Welkom allemaal bij een nieuwe podcast van Ghostbusters Dutch Division. Podcast nummer 3 met Mark en André. Ja, ik doe het even met Mark en André, want Mark is te gierig om zijn naam te teken online. We hebben een hele discussie. Ja, dat moeten we ons elke keer voorstellen. Ja, nou ja, dan doe ik het wel. Nou, het is net, dat lijkt dan net zo'n kinderprogramma met André en met Mark. Hallo. Ja, zo. Spreek jij nou maar gewoon beide namen uit? Is goed. Ja, nou, dat heb ik net gedaan. En deze keer is het magische woord proton spek. Ectoplasma. Kun je dat schrijven al? Kun jij dat al schrijven? Maar, nou ja, goed. In ieder geval, here we are again. It's Groundhog Day. Again. 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 It's Groundhog Day. Ja. Yeah. Groundhog Day. Again. Okay, dat ligt er straks nog even toe, dat geintje. Dat is een grapje wat we afgelopen weekend een beetje hebben opgelopen. Tijdens Fable and Fantasy. Sluip erin. Ja, en ik was je zo, hé, alweer. Nou, ja. Ga dat even toelichten. Nou, leuk dat jullie allemaal weer kijken. We hebben deze week toch wel weer heel wat leuke dingetjes te melden, waar we even bij stil willen staan. Ja, weet je, het is warm. Heel warm. Oh, het is echt zo warm. Maar goed, het geeft niks. Wij denken, nou, wij maken toch nog even die podcast klaar. Zorg dat je lekker een lekkere groot glas fris naast je hebt staan. Ja, maar we gaan toch een partij dom lullen nu. Oh. Inderdaad. Zo, hallo. Nou ja, goed, genoeg gebeurd deze week. Genoeg leuke dingen beleefd. Leuke nieuwtjes, leuke feitjes, leuke ditjes en datjes. En die gaan we even doornemen. En dat, nou, we hebben helaas geen kijkers of luisteraarsvragen deze week. Wel jammer, jongens, blijf dat wel doen. Vinden we heel leuk. Dat is ook een stukje interactie met de mensen die luisteren natuurlijk. En suggesties, tips, tricks zijn altijd welkom. Gooi ze erin, ja. Ja, toch. Ja, waar zullen we mee beginnen? Ja, het afgelopen weekend natuurlijk. Afgelopen weekend natuurlijk, ja. Nou ja, Fable and Fantasy. Fable and Fantasy. Ja, het eerste fantasy fenomeen festival, wat was dat? In het Hoge Noorden. In het Hoge Noorden, ja, niet helemaal. Hè. Je hebt die in Winschoten ook al. Inschoten hebben we inderdaad ja, ook. Ja, heeft ook wel. Maar goed, van dit kaliber, met deze setup was het wel de eerste. In het mooie Renzenpark in Emmen. Dat is voor mij een thuiswedstrijd. Nou, heb je gezien, hè? We waren zo thuis. Het was, Ah, jij zegt Renzenpark, maar het eerste waar ik aan dacht was Noorderdierenpark. Ja, het is het oude Noorderdierenpark, ja. Ja. Ja, het is het oude Noorderdierenpark. Ik zet even mijn telefoon op stil. Oh ja, doe eens. Godzo. Maar nee, het oude Renzenpark, of het oude dierenpark heet dan nu het Renzenpark. En genoemd naar de mensen die het opgericht hebben. De familie Renzen. Ja. Vandaar het Renzenpark. Ah, duidelijk. Daar is het Renzenpark. Nou, dat wist ik niet. Ja, ja. Waar wij voor langs liep, eruit. De achteruitgang, zeg maar, waar de auto staan hadden. Dan liepen we langs hun woning. Jo. Ja, nou, zo leuk. Ja, heel aardige mensen. Het blijft een mooi park. Het blijft een prachtig park. En ik vond de locatie ook geweldig. Ik heb er niet heel veel van gezien. Ik heb alleen zondag met jou even een rondje gedaan. Voor aanvang, volgens mij. Ja. Ja. Voordat we open gingen. Voordat we open gingen. Nou, het was hartstikke leuk. Ik vond het... Het was heel mooi aangekleed. Heel gezellig aangekleed. Dus ja, daar had ik wel een heel leuk gevoel bij. Ik had niet het idee dat het heel erg druk was. Nee, het oogde niet druk, nee. Nee, maar dat had misschien te maken met het feit dat het een heel uitgestrekt gebied was. Ja, het is groot. Het was zo groot. Het was heel groot, ja. En dan heb je vaak niet door hoeveel mensen je binnen hebt. Dan vallen de cijfers vallen dan ineens heel erg mee. En dan oogt het rustig, maar dan hebben ze toch druk dik verkocht. Ja, nou, ik hoorde, ja, weet je, er komen dan mensen bij je en die zeggen, oh, het is zo groot en het loopt geen kip. Het is zo uitgestrekt en zo kaal. Ik zeg, ja, maar het is of het goed, niet goed of het deugt niet. Want ik vond juist wel dat het, juist omdat het wat uitgestrekter was en je niet hutje mutje op elkaar stond. Ja. Vond ik het wel heel mooi en gezellig. Alleen wat ik dan persoonlijk wel jammer vond. Maar ja, goed, dat ben ik misschien, omdat ik daar stond. Misschien denken bezoekers er wel heel anders voor. Ik vond het heel lang duren.
Ja. Ik vond het een heel lang. Het duurde lang en er was geen programmaboekje. Normaal krijg je een programmaboekje met wat er allemaal speelt. Ja. Dat ja. was er niet. Nee, dat was er niet. Dus je moest maar te raden gaan wat je kreeg. Ja. En wat er was. Ja, en met het grondje waren ook bijna nergens, behalve op het hoofdgebeuren, daar waar wij stonden. Ja, dat was ja. Van een plattegrondje. Nee, ik hoorde wel van een paar die dan ook wel echt voor de Ghostbusters kwamen. Zo van, oh, we hebben echt wel even naar jullie moeten zoeken. Kijk, en als je dan het hele park door moet zoeken, dat was wel, ja, dat was vervelend, blijkbaar. De organisatie had meer het idee, zoals ik het begrepen heb hoor, van ja, hè, we willen het zonder programma plattegrond doen, maar echt dat je het gaat beleven, dat je van plek naar plek loopt. Ja. Valt het voor te zeggen. Echt wel. Alleen, ik denk niet. Ja, of ik heb het gemist hoor. Maar ik denk dat je dan zoiets moet gaan aankondigen. Van joh, we werken bewust niet met een programma. We werken bewust niet met een plattegrond. Wij willen dat als u binnenkomt, dat u gewoon lekker vrij bent. U kunt gaan en staan waar u wilt. Zonder door programma's of tijdschema's gedreven te worden. En dat u het gewoon kunt beleven. Maar misschien hebben ze dat wel gecommuniceerd. Met het risico dat je bepaalde area's overslaat. Dat dan wel. Want je kan naar links, je kan naar rechts, je kan rechtdoor, je kan terug naar achteren. Je kan alle kanten op. Ja, maar het oude dierenpark is wel zo ingericht dat je eigenlijk altijd wel weer rondloopt, zeg maar. Dus dat mensen alles hebben gezien, daar zijn we dan wel van overtuigd. Ja, of je moet er bewust voor kiezen om bijvoorbeeld niet links of rechts af te slaan. Kijk, maar als je het park enigszins kent, dan loop je altijd hetzelfde rondje. Wat mij in ieder geval opviel, en dat was, kijk, ik heb wat vaker een rondje gelopen daar zo, en ik merkte per rondje dat ik daar liep, dat het ging echt om de activiteiten. Wij stonden bij het hoofdpodium. Ja. En daar gebeurde iets. Dus al die mensen die gaan er vervolgens daar naartoe. Maar dat zit er aan de andere kant van het park. Ja, daar kun je bij wijze van spreken een spel te horen vallen. Ja. Omdat alles maar op één punt gebeurt. En vervolgens is het bij ons heel erg stil. En dan is er aan de andere kant is er weer iets gaande. Terwijl ik vind dat je dat eigenlijk lekker moet gaan verdelen. En tegelijkertijd moet gaan zoals een festival is. Ja. Je moet eigenlijk van alle kanten lekker muziek kunnen horen. En er moet eigenlijk vooral van alles om je heen gebeuren. Ja, dat gebeurde niet. Jij denkt een beetje aan Elvia. Ja. Ja. Dus overal ergens een podia staat. Met verschillende bandjes en verschillende muziekgenres. En dat jouw oren jou gaan begeleiden van daar wil ik naartoe. Of daar ga ik nu heen. Ik vind wel heel blij. Ik vind het grappig dat je nou begint over verschillende muziekgenres. Ja, ik weet. It's Groundhog Day again. Again. Ja, nou ja, dan kunnen we het gelijk even uitleggen. Daar komt dus die opmerking van. Ja, wij stonden dus bij het hoofdpodium en wij hoorden op een gegeven moment zo van, hè, dit is nou de zoveelste keer dat we dat liedje horen. Zesde keer of zo. Zesde keer. En toen op een gegeven moment, toen keek ik Mark aan en toen was het van, it's Groundhog Day. Again. En dat hebben we echt de hele dag volgehouden. Het is verder geen kritiek op de muziek hoor, maar ik heb wel geleerd op Facebook. Als je het vaak gehoord hebt, dan begin je het toch wel leuk te vinden. Want ik heb het toch daarna nog meerdere malen nog nagezongen. Ja, ik ook. Niet helemaal de versie. Niet meer uit je hoofd. Nee, niet meer. Ik heb wel geleerd dat het niet mijn muziekgenre is, zeg maar. Dat ik dat, Het zijn zeemansliederen. Ja. En je had een band tussen zitten waarvan ik de naam uiteraard niet weet. Maar die zongen zeemansliederen waarvan ik eigenlijk veel liever had dat ze het in het Engels zongen. In plaats van dat ze zongen allemaal in Nederlandse liedjes. Ik dacht van, maar het Engels is veel mooier. Ja, dat echt wel. Ja, dat, maar wel heel goed gespeeld, overigens. Oh, jawel. Kijk, het was wel mooie muziek. Het is niet mijn muziek. Ja, ik moet gewoon ontzettend lachen omdat ik Groundhog Day. Ja, mooi hè. Die blik met elkaar en met Marius ook. Die kijken ook van, hè? Dit is nou de tigste keer dat ik dit nummer hoor. Nou, maar het viel op een gegeven moment ons alleen niet meer op, maar ook iedereen gewoon. Ook de gasten. Ja, die hadden het op een gegeven moment ook door. Die zaten ook gewoon zo.
Hebben ze weer eerder gehoord? Ik weet niet welke van die bands dat was. Maar die man die vertelde dan aan het begin even van, hè, dit liedje gaat over. Ja, die had een heel verhaal vooraf hij het liedje ging spelen. Ja, klopt. Ja, en nou, dat is op zich niks mis mee natuurlijk. Maar nee. Toen had ik echt zoiets van, god, wat een deprimerende liederen. Het ging over een man die op punt stond te verdrinken. En over eentje die op het punt stond om te overlijden. En die was heel ziek. En die oh, hallo. We hebben een festival, laten we het leuk houden. Maar ja, goed, op zich, de muziek is wel heel opzwepend. En dat deed het ook. Ik vond het wel heel mooi om te zien hoe daar allemaal mensen stonden te dansen. En echt gewoon helemaal los. Dat was heel leuk om te zien. Dat was echt. Ik zag op een gegeven moment, er werd een lied gespeeld. En op een gegeven moment ging heel al het publiek wat er was, dat ging op een gegeven moment als een grote roeiboot. Gingen ze op de grond zitten en van die roeibewegingen maken. Oh, deden ze dat allebei? Ze deden het allebei. Grapje. Nee, maar dat was inderdaad zo. Ik vond dat op een gegeven moment ook, zag ik, dat vond ik ook heel, heel grappig om te zien. Dat was zo'n, een van die meiden die achter die, bij die eettent stond. Dat meisje met dat blauwe rokje aan. Die op een gegeven moment, hop, die stapte zo erachter weg en die begon ook mee te dansen. Ik denk, kijk, dat, dan doe je het goed. Dan is de muziek zodanig leuk dat iemand gewoon zegt van, joh, Niemand aan de bar, dan even, gewoon even lekker dansen. Dit is gewoon te leuk om die te doen. Nou, dan heb je het toch ergens goed gedaan, vind ik. Jawel. Ja, ja. En ja, wij hadden onze stand zat er goed bij. Ik was heel tevreden over onze stand eigenlijk. We hadden best, we hadden hem wel bewust wat simpel gehouden. Ja. Nou, we wisten dat het warm zou worden. Ja. Oh, we hebben wel heel veel gezodige mythen gehad met Stay Puft en Vigo en onze banner. Ja, windvlaagjes. Zo. Het verbaast mij dat Vigo en de banner überhaupt nog heel zijn. Ja, Vigo die heeft een flinke klap gehad, dat weet ik. Vigo is echt bijna helemaal dubbel geklapt. Stay Puft die lag bijna bij de olifanten in. Ja. Waar de olifanten vroeger liepen. En ja, en helaas is onze tripod trap wel dusdanig gesneuveld. Ja, omgestart uit, ja. Ja, dat is toch... Hij is te repareren, maar ik vond het wel heel jammer, want hij stond het hele weekend mooi op zijn plekje, mooi uit de zon, ja. Mooi uit de wind. Ik denk, nou, helemaal goed, die staat super veilig. En in één keer draait de wind, hop, en neemt hem zo mee, klabam, dan ging die. Ik denk, nee, hè. Nou ja, maar we hadden een mooie stand. We hadden wel best wel veel Playmobil. Heel veel Playmobil, ja. Dankzij Playmobil? Dankzij Playmobil Nederland. Ja, want dat heb jij deze week allemaal binnengekregen. Ja, ze zijn bij mij langs geweest. We hebben natuurlijk hoe noemen we dat? Een samenwerking of een promotiedeal hebben we met hun. Ja. Ja. Dus ze hebben wat promotiemateriaal naar me toegestuurd. En alles wat ik daaruit heb meegekregen, dat heb ik naar jou toe meegenomen en dat hebben we daar lekker neergezet. Ja, alles wat je kon dragen heb je meegenomen. Alles wat ik kon dragen, ja want inderdaad, die hele grote Stapeft en die grote Egon Spengler, die hadden ze geleverd. Die staat nu hier in opslag, dus die staan er prachtig bij ook. Ja, maar die hou je niet. Die hou je niet in je auto. Die passen niet in de auto, nee. Dat zijn echt joekels, dat zijn zulke joekels, dat is niet normaal. Ja, ze zijn zo groot, joh. Maar wel super tof dat ze het doen. En we hadden dus mooi promotiemateriaal. We hebben dus... Stickers hadden we. We hadden postertjes. hoe noem je zo'n ding? Zo'n wall hadden we. Die wall. Ja, die wall. Ja, en zo'n aquarium. Ja. Hebben we gekregen. En daar zat gemotoriseerde dingetjes. Dus er was interactieve dingen gebeurden ermee. Ja, konden we op een knopje drukken. En dan begon de Ecto, de lampjes. Het gaan nou inmiddels weer aan trouwens hoor. Heb je ze gemaakt? Ja, het was gewoon een contactje los. En die lampjes gaan aan, de staples gaan draaien. En natuurlijk, het klapstuk was wel die gigantisch grote diorama die we mochten doen. Ja, met die firehouse erop. Ja, die was echt gaaf, hè? Zo, de knetter. Dat is een joekel. Die kun je echt gewoon niet alleen dragen. Nee, dat moet je met z'n tweeën doen. Nee. Ja, en dat is allemaal een beetje natuurlijk... Heel mooi verlicht, met ledverlichting eronder door. Ja, alles uit de eerste lijn hebben ze erop gezet, zit vast. Ja. En bepaalde dingetjes uit die lijn, daar hebben ze een gemotoriseerd functietje aangezet. En dat beweegt heel de dag door. Ja, die Slimer ging heen en weer. Die Slimer ging, ja.
Stapel draait. En die Ecto ging natuurlijk weer. Ja, die Ecto is zwaarlicht gaan aan. Ja, en die zit dan. Maar die is helemaal aangepast, want daar loopt echt een stekker door. Ja. Die loopt een stekkertje. Zit dan een stekker vast, die Ecto. Maar goed, dat was. Ja, allemaal een beetje ter promotie natuurlijk ook van de nieuwe lijn. Die, wat die nieuwe uit... Playmobil spul. 35-jarig bestaan. Ik denk beide, hè. Dat is Ecto 1A die uit is. Die trouwens echt awesome is. Ongelooflijk gaaf. Was dat een mooi ding, hè? Zo. Het heeft even werk om hem in elkaar te zetten. Maar als hij even in elkaar zit... Ik ben altijd wel een pietje precies met de stickertjes. Dus dat was met die Ecto 1A wel even weer pieren. En oh, zit net niet recht. Nou, hier zit er nog één als het gaat om stickertjes. Joh. Oh, heb je het nu over mij? Ja. Doe je nu op mij? Over stickertjes gesproken? Nee hoor. Maar nee, het is een prachtig item. Ik heb die... Jij hebt die... die grotere heb jij ook, hè? Die grotere Playmobil figuren. Die een slagje groter zijn. Die een keer zo groot... Ja, die collectible versies. Die heb jij ook. Ja. Nee, die heb ik nog niet. Die waren mij... Ja, zijn ook iets prijzig, hoor. Bof, hallo. Ja. Ik vind ze wel heel prijzig, maar goed. Zijn ze 50 de stuk. Ja, 50. Afgerond, hoor. Naar beneden, naar boven afgerond. €50 de stuk. Ja, nou, ik vind ze wel heel duur, hoor. Ik moet dat... Ja, ik weet niet. Dat heb ik er op dit moment niet voor over. Jawel, ik heb het er wel voor over, maar... Ja, maar kijk, je moet... je koopt er 4. En reken maar uit. Dus, dat is... Kijk, Blitzway heeft dat dan weer heel slim gedaan. Die heeft gewoon één pakket, 4 Ghostbusters in één pakket verkopen. Maar ze verkopen het ook los. Ja. Dan zijn ze 250 te stuk of zo. Maar dat zouden ze met dit ook moeten kunnen doen. Ja. Gaat iemand €200 betalen voor een set van 4? Ja, blijkbaar wel. Playmobil poppen dan, weliswaar. Huh? Ja, ik vind het wel. Ja, ik vind het echt prijzig. Maar jongen, als ik er naar kijk en ik kijk nu naar ze. Ja. Ja, dat is verdorie wel mooi omdat dat ze daar staan, hoor. Ze zijn heel mooi. Ik heb ze bij jou gezien. Ja. Ronald heeft ze voor een goedkope prijs in Oostenrijk. Waar heeft hij ze kunnen krijgen? Ah, schweinehond. Nee hoor, goed gedaan, kerel. Nee, maar ja, dan heb je een mooi prijsje voor mij. Ik heb ze, normaal gesproken haal ik altijd mijn Playmobil in Duitsland. Want ik koop het wel gewoon, want... In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, die van, oh, je krijgt al je Playmobil gratis. Nee, ik moet het gewoon kopen. Ik heb al mijn Playmobil, even kijken, dat heb ik echt via de Playmobil.nl website besteld. Ja, ik haal het meestal zelf in Duitsland. Ik ga meestal naar Duitsland. En ik moet zeggen, ik had het gekocht, volgens mij staan ze op Playmobil.nl zelfs nu voor 15% korting. Ja, die hebben nu korting. Dus in principe is dat nu op Playmobil.nl is dat goedkoper dat je naar Duitsland gaat. Normaal gesproken, ik ging dus altijd naar Duitsland toe om het te kopen. Omdat het daar vandaan komt waarschijnlijk ook. Ja, maar die eerste serie, die Firehouse en zo, daar zat echt zo'n wel tientje, €15 verschil in. Met hier. Ja. Ja. Ik weet dat ik daar zo'n €75 voor moest betalen toen. Nee, ik heb er 59 voor betaald. Dat weet ik nog heel goed. En het was het duurste item in de lijn. Dat weet ik nog. Uiteraard. En daarna kwam die Ecto. Ja. En daarna kwam die Stay Puft. Je kon het in principe zo uitrekenen. Ja. Ja, ik vond... ik vond die Firehouse het mooiste. Dus die wou ik ook gelijk hebben. En ja, toen begon ik... te kopen. Of ik nam die Firehouse nam ik mee. En ik denk, ja, dan heb ik gewoon de Firehouse. Dat is wel mooi, weet je wel. Dus dat is wel gaaf. Ja, maar toen ging het mis. Ik denk, ja, maar ik ben hier nou toch. Laat ik dan alles maar meenemen. Ik weet dat ik dat hele zootje in één keer had gekocht. Alles bij elkaar. In één keer. Ja, ik ook. Ik heb toen... ik neem even een klein hapje van mijn avondeten zo. Ik heb het in één keer gekocht. Ik wou het niet in één keer kopen. Ik heb wel in één keer alles meegenomen, ja. En achteraf blij. Want die Ecto, dat was een roofgoed. Die was altijd weg. Ja. Dus dat was de populairste van de lijn. Die auto. Ja, die auto.
dat iedereen ook een beetje casual fan, verzamelaar, ja, die auto, weet je wel, die auto spreekt boekdelen. Dat merken wij ook als wij op Dutch Comic-Con staan. Ja. Hè, mensen komen voor die auto. Afgelopen weekend ook weer vragen. Zijn jullie niet met de auto? Nee, met de auto. Ja, nee. En logisch, ik zou niet weten waarom ik het moet laten daar. Nou, er was plek zat, maar... Had ik dat gedurfd? Nee. 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 Maar... die volle zon ook. Hm? In die volle zon. Ach. Ja, dat ook, maar... zo'n park wordt wel afgesloten, maar is toch... En we waren ook met niet al te veel man die er allemaal maar tegelijkertijd op konden letten. Nee, dat zou betekenen dat je dus gewoon altijd bij je stem moet blijven staan. Of altijd bij de auto moet blijven staan. Ja, dat ging gewoon niet. Dan was het 1 te warm voor. En 2 waren we er met niet zoveel. Nee, nou ja. We waren met ons viertjes. Nou, en Nick en Daan zijn nog even geweest. Ja. Dat was wel mooi. Voldoende, maar niet genoeg voor de auto. Nee, maar... nee, oké. Okay. Nou, maar oké. Slot. Even tot slot. Wat, Fable and Fantasy? Ja of nee? Leuk? Niet leuk? Wat zeg jij? Leuk? Ja, leuk. Ja. Ik vond het vermakelijk. Ik heb me goed vermaakt, ja. Behalve dat ik het wat lang vond. Ja, lang uit. Ja, vooral die zaterdag. Die zaterdag van 10 tot 11. Dat was iets te lang. Ja. Te lange pauzes in bepaalde activiteiten. Nou, ik vond het gewoon heel, heel lang duren. Na een uur of 7. Op vrijdag. Toen hakte het erin bij jou. Ja. Tegen een uur of 7 dacht ik van nou, schiet mij maar lekker. Ja. Nou, ik ben inderdaad ook altijd gewend van 10 tot 6. Zo lang duurt een evenement meestal. Ja. En daarna gaat de pack af en daarna doe ik lekker mijn suit lekker los. En ik had inderdaad tegen 6, 7 of zo, had ik inderdaad ook zoiets van zo, volgens mij ga ik nu grenzen verleggen. Want ik merkte het aan alles. Ik merkte het aan mijn voeten, ik merkte het aan mijn schouders, ik merkte het eigenlijk aan alles. En dat ik eigenlijk ook zo rond een uurtje of 7, 7:30 zo heb besloten van joh, gewoon pack af. En zo. Lekker rustig aan, even pauzetje, even schoentjes los. Maar daarom had jij ook zo'n last van je voeten zondag. Ja, ja. Zo. Ja, ja, want zondag moesten we weer. Ik denk, ik besluit mijn eigen schoenen aan te trekken. Ja. En dat is gelukkig goed gegaan. Venkman-style, ja. Mijn pijpjes uit de laarsjes. Ik had gewoon lage schoenen aan. Ja, nee, maar dat viel niet op. Wat ik wel heb altijd, ik weet niet, herken jij dat? Als we dan één dag bijvoorbeeld een Comic-Con hebben gehad. En dan heb je, hè, doe je s'avondjes je kist uit en dan, oh, heerlijk. En dan op het moment dat je 's morgens weer aandoet voor dag 2, is het gelijk weer, auw. Ja, yep. Bekend echt, verhaal. Echt gelijk weer dat je zegt, oh, ja. Dit doet pijn, klote schoenen. Ja. Maar Ze lopen heerlijk. Ja, ja. Ik heb er een paar weken geleden heb ik er 10 kilometer mee gewandeld. Nou, ik heb heel mijn rechtervoet gewoon open. Gewoon. Normaal ben ik gewend om ermee te staan en korte wandelingetjes mee te maken. Maar nu heb ik er echt letterlijk een complete wandeling mee gemaakt. Echt 10 kilometer ongeveer. Okay. Heb ik in het zuiden gedaan. Nou, ik heb er een foto van gemaakt en ik zeg, moet je eens kijken, joh. En... Niet normaal. Ik heb heel wijselijk besloten om niet naar die foto te kijken, trouwens. Dat wat jij toen bij Dan Aykroyd had? Oh! Nou, dat. Dat had ik een paar weken geleden. Ik moet dat even vertellen, dat is wel grappig. We waren toen naar Keulen, naar Dan Aykroyd. En 2 dagen van tevoren... had jij die Corcorans besteld? Had ik die Corcorans binnengekregen. Die kisten die ik nou nog steeds heb. En ik denk, ach, dat kan wel. Ga naar Dan Aykroyd. Helemaal hyper de pieper natuurlijk. Helemaal lyrisch.
Dus wij komen eraan, die Corcorans aan. En ik moest dus, ik denk wel een uur of 4, 5 op die dingen lopen. In totaal, we hebben lang moeten wachten op Dan Anderson. Jij had niet de kans of de tijd om ze even een paar uur ervoor of een paar dagen ervoor even in te lopen. Dat had je niet. Nee. Jij moest ze in principe meteen dragen. Dat is... We moesten meteen dragen. En dat kun je op dat filmpje nog zien. Op het einde, dan zie je me echt zo weghinken. Zo van, au, 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 au. En ik ben dus op mijn blote voeten, op sokken, door het centrum van Keulen gelopen. Ik kon niet meer. Ik kon echt niet meer. Toen kwamen we dus bij de auto van Robert. Robert en Yogi. Robert. Die had zijn sportschoenen naar buiten. En die mocht jij lenen? Die mocht ik lenen. En het was hemels. En toen ik s'avonds ging slapen. Ik deed mijn sokken uit en even douchen. Toen zag ik mijn enkels en mijn kuit. Ik denk, dit komt nooit meer goed. Er hingen gewoon lappen vel aan, jongen. Niet normaal. En want ik zit nu in de korte broek. En ik heb mijn blote voeten. En ik kijk dus nu. En ik zie nog steeds die plekken. Die littekens. Op mijn kuit. Ik kijk nu naar de mijne. En inderdaad, ik heb ook nog steeds van die wandeling nog steeds plekken. Ja. Dat zijn trofeeën, noemen we dat, nee? Trofeeën, bingootjes. Maar ja, dus dat ging ik dus echt niet trekken gisteren. Zondag dus. Ging ik dat niet trekken. Dus ik had lekker mijn werkschoenen waar ik in principe lekker uren op kan staan. Die heb ik lekker aangehad. En ze voelden als pantoffeltjes. Ja, dan wel. Maar op een gegeven moment aan het einde had ik ook zoiets van, ook die gaan even los en die gaan even lekker uit. Heb ik ook even een paar uurtjes lekker op mijn sokjes en blote voetjes gelopen. Dus af en toe ook wel eens even lekker hoor, gewoon blote voeten. Ja, ik loop eigenlijk altijd op blote voeten. Maar goed, ik loop altijd op blote voeten. We zaten lekker dicht bij een grasveldje en tegenover dat grasveldje had je dus het eten, het drinken en daar stond een lekkere ijsko-wagen. Zo! Dus af en toe even lekker ijsje halen. Zo! Hè? Potdorie! De unicorn ice cream. Oh, my favorite sinds afgelopen weekend. Ik heb het niet gehad, maar... Ik bestel nooit... Volgens mij is het gelijk aan het smurfijs, wat we normaal bij een Italiaans ijssalon... Maar ik heb sindsdien... Ik bestel nooit smurfijs, maar sinds afgelopen weekend... Ja hoor, ja. Lekker. Ja, ik vond Fable Fantasy wel heel tof. Ik hoorde ook al dat er een nieuwe editie gepland is voor volgend jaar. Oké. Okay. Ik zie het wel even hoe het loopt. Ik hoop dat ze bepaalde dingen meenemen voor het volgende jaar. Omdat beter. En dan hoop ik echt, met wat ik net zei, dat je meerdere podia's hebt staan waar overal wat gebeurt. En dat eigenlijk nooit pauzes zijn. Nee. Dat als er bij het ene podium even een pauze is, omdat er een andere band zijn hele zooi op moet starten en een soundcheck, je weet het wel. Ja. Dat je dan tegelijkertijd even naar de andere kant kan om daar weer lekker verder te gaan. Heerlijk, ja, dat kan. Ja. Snap je? Dus dat... Ik ben wel van... dat is altijd mijn standaardvraag, hè. Is het wel ons soort publiek, hè? Is dat wel mensen die Ghostbusters leuk vinden? Maar volgens mij is dat altijd overal wel. Jawel, absoluut. Het zijn sowieso ook altijd de kinderen. Ja, dat vind ik dus... Zo typisch. Dat die kinderen dat weten. Er was gisteren ook weer zo'n jochie. Die kon haarfijn vertellen. Dit is een proton pack. Dat is de trap. Dat is dit. Daar meten ze dat mee. Hij zei dingen waarvan ik denk. Nou, dan moet ik je echt even opzoeken. Dat is toch geweldig. En ik had een geweldige discussie. Met. Oh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, dat ga ik zeggen. Ik ga het gewoon lekker zeggen. Ja. Ik vond, ik was één iemand die was echt zo gigantisch. Dat is niet negatief naar het festival, dus gewoon die persoon was vervelend. Die was mij echt een les aan het lezen over Ghostbusters canon. En over wat wel en niet canon was. En ik denk bij mezelf... Ja, maar dan hebben ze van jou een goeie. Ja, toch? Ja, ik heb er totaal geen verstand van die hele films.
En die comics en die boeken. Ik wist niet eens dat het er was. Nee joh, ik vond het zo mooi. Dat vind ik dan wel zo grappig. Waarom gaan mensen dan zo strijden? Weet je? Dan denk ik, hoezo? Jij staat daar. Daar staat iemand van een Ghostbusters fangroep. Fanclub. Die duidelijk daar heel veel plezier in heeft. Ik stond in full gear. En die zegt, nee, je hebt geen gelijk hoor. Ja, echt waar joh. Ik denk, hé, hoezo? En ik weet helemaal niet meer waar het om ging hoor, maar... Extreme Ghostbusters. Extreme Ghostbusters, dat was het. Of hij zei, canon. Er was canon, dat is gewoon canon, zegt hij hoor. Ik zei, nee, dat is geen canon. Extreme Ghostbusters is geen canon, dat is... ik zeg, ik heb toevallig, je hebt in de comics, de crossing over. Maar leg even uit wat een canon is, over het algemeen. Oh, canon is... Oh ja, nou, voor de mensen die dat niet weten, canon is zeg maar... wat door, nou in dit geval Sony, of door de makers van Ghostbusters 1, 2, wordt gezien als officieel onderdeel van het verhaal. Hè? Dus als je dan bijvoorbeeld Ghostbusters 1 en 2 hebt, dan is volgens mij de videogame is ook canon. Omdat het aansluit op de tweede verhaal. Het officieel een vervolg, ja. Als je dan bijvoorbeeld Real Ghostbusters, dat is geen canon. Dat is een ander universum, zeg maar. En de IDW Ghostbusters, hè, van de comics, is weer een ander universum. Nou, en zo... of nee, tenminste, is dat zo? Dat zeg ik dat nou goed? Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar goed. Je moet het een beetje zien als met daar gaan we. Mark, hou even je oren dicht. Maar met Star Wars, dat je dus... bepaalde verhalen. Je hebt dus die originele drie films. Dan heb je de films nog weer voor en na. En dan heb je een hele partij boeken ertussendoor. En al die boeken, die zijn nu niet meer canon. Dat is allemaal gezegd van, nou, dat schrappen we. Dat doen we net alsof het niet gebeurd is. En dat is niet meer officieel onderdeel van het verhaal. Van het universum. Nou, en dat is dus met Ghostbusters ook zo. En als je dan bijvoorbeeld de comics-series... Echt een aanrader, jongens. Als je nog niet gelezen hebt, mensen, gaat het deze Ghostbusters... Oh, alsjeblieft, doe het. Ja, de IDW's. Ja, Ghostbusters 101 en Ghostbusters Crossing Over. Het wordt steeds. Ik roep altijd dat ik geen echte liefhebber vind van crossing over verhalen. Van die crossovers. Want op een gegeven moment wordt het crossovers met van alles en nog wat. En dus hebben we straks Ghostbusters en Mario Brothers. Het wordt op een gegeven moment. Ja, maar die van de Ninja Turtles en die X-Files, die zijn echt awesome. Die waren leuk. Ja, maar die passen ook bij elkaar. En, maar we krijgen dus nu straks die. Men in Blacks? Nee, die. God, hoe heet die? Transformers. Oh ja. En ik was als kind al niet echt een hele grote Transformers fan. Ik vond dat wel leuk, maar niet zo leuk. Dus ik begin nou ook een beetje dat ik denk, oh, het wordt wel heel erg ver gezocht nu, voor mijn gevoel. Ja. Ik vind het allemaal wel een beetje dat ik denk van, nou jongens, ja. Wanneer komt die crossover met Men in Black dan? Want daar heb ik ook heel veel informatie over gezien. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Jeetje, dan zou ik dat even... Ja, ik ga hier niet te lang, maar volgens mij was het iets met... of een videogame, of een tekenfilm, of een... Of nee, een comic. Nee, dat was een spelletje. Het was een spelletje? Ah. Ja, het was een spelletje, een kaartspelletje of zo, een bordspelletje. Dat is het. Maar die moet nog wel uitkomen. Ja, we krijgen straks eerst Ghostbusters Blackout. Die hebben we nou in de pre-order staan, of in de bestelling staan. Die wil ik gewoon hebben. En we zijn het dit weekend vergeten, hè? Ghostbusters the Card Game. Ja, Ghostbusters the Card Game. Ja, ik heb dit weekend van Mark Ghostbusters the Card Game gekregen. Ja, ik ben er helemaal wild van. Jongens, zoek het even op. Die artwork is zo prachtig mooi. Beetje alternative style en ja, echt heel leuk. Ik heb de spelregels inmiddels wel doorgelezen. Het is wel, het gaat als het ware om van met een groepje. En je hebt één spokenval. En die val die roteert van richting. Dus dan heb ik hem, dan heb jij hem. En zo gaat dat rond. En kun je spoken vangen. En door kaarten kun je de val weer terug laten draaien. Vooruit laten draaien. Het is een beetje, wat vergelijk jij nou gisteren mee? Je zei dat, dat lijkt wel op. Uno, ja. Een beetje dat idee. Op een gegeven moment zijn alle kaarten zijn op. En dan is het klaar. Dan heb je gewonnen. Ja. Voor mij gaat het zoiets als dat. Dat idee kreeg ik daarbij.
Alleen ik weet niet echt de uitdaging in het spel, dat weet ik niet echt nog, want ik heb hem hier in de ceiling en ik kan niet de spelregels bekijken en überhaupt niet openmaken. Dus. Ja. Nee, nou ja, goed. Maar dat, hoe kwamen wij hier nou weer op? Hè? Hoe kwamen wij nou weer op? Omdat we het over de crossing overs hadden en Men in Black. En Canon. En de Canons. Ja, nou goed, maar dat was een heel leuk gesprek. Of niet een echte. Nou ja, hij probeerde allerlei dingen van, nou, dat is Canon. Nee, dat is geen Canon. Jawel. Ja, nou ja, zegt. En toen, op een gegeven moment toen zei hij van, nou, ik vind het oké dat jij dat denkt. En, nou, ik zeg, sterker nog, ik weet het, want ik lees het en ik kom op zeg, ik vind dat fantastisch, omdat, ja, het was op zich geen onaardig gesprek verder hoor, daarna was het even, oh ja, sorry, ja, kom misschien ook wel een beetje uit. Alsof hij aan een brandweerman moet uitleggen hoe hij een brandje moet gaan blussen. Ja, een beetje dat idee. Daar kwam ja. Het een beetje op neer. Nee, ik denk, hey, joh, ik weet dat echt wel, doe even normaal. Nou, weet je, dat eigenlijk, ik vind het dan weer wel grappig en ik kan het allemaal. Maar goed, die comics, hebben dus Ghostbusters, de card game. Maar even, ja, de card game, maar eventjes terug op het evenement. We hadden fantastische props weer staan. Ja. Van Martin Bryce, heel veel propjes. Ja. Die ghost straps hadden we staan. We hadden wat flamethrowers, voor mij nou. Die branders van Holtzman. Die branders en die valmhel van mezelf en zo. En de police lines van Ronald. Oh, die, echte, die heeft hij echt tof gedaan. Echt mooi, hè? Ja, die zijn super mooi, super gaaf. Alle lof daarvoor. Alle lof naar hem. Ja. Ja, Martin maakt altijd wel hele mooie spullen, vind ik. Martin maakt hele mooie spullen. Ik vind het altijd wonderbaarlijk hoe mensen dat soort dingen kunnen maken. Ik kan het niet, hoor. Ik heb het één keer geprobeerd. Complete mislukking. Ik moet het ook altijd van andere mensen hebben, joh. Dat, Martin, maar je hebt je eigen pack toch wel gebouwd? Ja, ook alleen maar gelijmd en Jeroen hebben het uiteindelijk zelf echt stevig voor mij gemaakt. Nadat hij gevallen was toen. En dat was mijn geluk, hè, dat ik daardoor alles gelijmd had in plaats van alles geboord. Ja. Want toen die viel, toen vielen gewoon alle gelijmde stukken vielen los. Als ik het had geboord, had ik veel meer schade gehad. Had ik hem gewoon weg kunnen donderen. Ja. Oh. Maar ja. Ik liep dus wel elke keer weer tegen het feit aan dat overal waar ik kwam, elke keer weer een onderdeel losging. Elke keer weer een ding verloor. Misschien dus toen viel die en toen heeft Jeroen hem onder handen genomen. En die heeft toen vervolgens bepaalde dingen die eigenlijk elke keer los kunnen gaan. Die heeft hij nu, dus nu mag ik hem dus echt niet meer laten vallen. Nee. Hoe noemt hij dat altijd? Wat? Hoe noemt Jeroen dat nou altijd? Hij geeft dat altijd een naam, dan is je pack. Hufterproof? Ah, Hufterproof, ja, dat is hem, ja, Hufterproof. Ja, want het is namelijk ook zo dat als jij in een drukke menigte loopt, iedereen wil eraan zitten. Als je zegt van kijken, dan nog, het is alleen maar om te kijken, dan nog zijn mensen geneigd om het aan te willen raken. Dat snap ik ook, want ik zou dat ook graag willen, een protonpack aanraken. Maar wat mij dit weekend ook weer opviel, dat vind ik dan wel heel typisch. Nou, zien mensen die kraam en ze duiken, ook twee van die jongens die stonden daarbij. Ja. En echt die duiken op die Holtzman pistols, die grijpen dat eruit, die gaan bij die spelers. Hé, kan het even terug? Ja, nee, we dachten dat het wel mocht. Ik zeg, waar staat dat? Ja, weet je, dat... Maar met een protonpack, wat mij altijd opvalt, en wat ik echt heel vervelend vind, als ik op grote cons, en daarom loop ik ook niet graag op Dutch Comic Con bijvoorbeeld een rondje, in full gear, want mensen houden er totaal geen rekening mee. Die botsen tegen je op. Botsen tegen je aan, ja. Ja. Ah, alsof je een ding van een paar tientjes op je rug hebt. Ja. Ja. Ja, even voor de goede orde trouwens, voor de luisteraars die nou niet weten waar we het over hebben. Want we hadden het net over Mark's pack. Jouw pack is nee. De eerste, hè? Ja, de eerste DCC. 2015. Ja. Op dag 2. Oh, wat een drama. Aan het einde. De con was al voorbij. Even een moment onoplettendheid.
Oh, en ik hoor, weet je, als ik er nu aan denk, hoor ik hem nog weer vallen. Er is, ja, het is namelijk zo, je kent sommige packs die zijn zo, daar heb je het Alice frame, die zijn dusdanig op de pack bevestigd dat die niet kan blijven staan. Ik heb mijn pack die kan blijven staan en rusten op het onderstuk van het Alice frame, wat dus letterlijk tegen mijn rug aan ja, maar zo hoort hij ook, zo hoort het ook volgens mij. Ja, maar daardoor was dus wel de reden dat hij, want ik had hem op tafel staan. Ja. En ja, hoe, ja, er is nog steeds iemand geweest die dan met zijn poten tegen die tafelpoot is gestoten waarschijnlijk, waardoor die pack is gedonderd. Ja. Ja, met kloten. Nou, ik had... Daardoor werkt mijn interieur niet meer. Ja, want dat was net, dat deed allemaal prachtig. Je had die Mighty heb jij erin. Ja. En hij deed het. En hij had echt mooi geluid, joh. Ja, heerlijk. Maar ja. Ja, ah, joh, ik heb het er niet graag over, maar ja, het is wel gebeurd. Ja, ik snap het. Nee, joh, weet je, het komt me zo te binnen en elke keer als ik daar weer aan denk, dan heb ik dat geluid weer in mijn hoofd. Van het is net alsof je een... ja, een ei op de grond hoort vallen. Ja. Want het stuitert niet. Nee. Mijn pack is ongeveer 16 kilo zwaar. Het smakt. Bam. En hij stuitert niet. Hij komt gewoon keihard in één keer met zijn volle massa op de grond. En dan is het zwaartekracht doet de rest. Ja, het is verschrikkelijk. Ja, ik weet nog dat ik... Was er kapot van. Ja. Wij allemaal. Ja. Op één na. Ja. Ja, maar goed. Ik heb het toen gehad met mijn eerste pack, met Bruce. Dat die... toen had je die screening in Klasina Veen, toen kwam je terug. Ja, ik kwam terug, was die uit zijn standaard... Nee, dat was nummer 2. Oh, dat was nummer 2. Ja, ik heb het ook gehad voor de verzameljaarbeurs, onze allereerste keer, in 2013. Ongeveer een week voor de verzameljaarbeurs moest ik het geluid er nog in bouwen, het licht en geluid. Yeah. Bij die verschrikkelijke Mighty, weet je wel, waar we Jeroen zijn flat bijna mee afgefikt hebben. Dat ja, ding. Ja. Ach. En die, ik was aan het boren en hij lag gewoon op de tafel. En op een gegeven moment, in een moment van onachtzaamheid, tik ik net tegen de shell. Hij glijdt van de tafel. En het is net alsof het in slow motion gaat. Je ziet hem gaan en je denkt, ik kom er nooit op tijd bij. En hij smakt, bam, op de N-filter. Nou, voor de mensen die dat niet weten, dat is zeg maar die uitstulping onderop op de pack. Ja. En ik pak hem op. Ik kijk daarna. Ik denk, hey, hij is nog heel. Dat is allemaal goed. En ik kijk naar de Alice, of naar die N-filter. En er zit gewoon echt helemaal gewoon een soort gat. Waar dat ding hoort te zitten. Volledig afgebroken. Nou, ik helemaal in paniek. En toen heb ik Nick Batman nog gevraagd. En Nickatron Props, die doet al inmiddels al niet meer. En die heeft me met heel veel tips, samen met ook met ons Jeroen, hè, als onze engineer gewoon, heb ik toch weer die boel dusdanig gekregen dat hij er weer aan zat. Nou joh, toen hij ging, ik kon wel janken. Ik denk niet dat ik wel kon janken. Ik vond mijn hek had gedaan, maar ik was helemaal kapot. Ja. En inderdaad, later nog een keer in die screening in Klasineveen. Toen deed hij het net weer. Ik zet hem in de standaard. Ik ga er naartoe om even een filmpje op te nemen. Even bla bla bla. Ik kom thuis. Ik wil even naar mijn pack kijken. Want ja, jongens, dat doen Ghostbusters die packs hebben. Die gaan apart naar de pack kijken. En ineens zie ik vanuit mijn ooghoeken, terwijl ik de kamer binnenloop, zie ik de gun op de grond liggen. Ik denk, dat heb ik niet zo achtergelaten. Dan was hij omgevallen en de gun was echt helemaal door midden gebroken. Oh. En ook die heeft Jeroen weer voor mij hersteld toen. Oh. Ja. Maar... Zware tijden. Valt niet mee? Nee. Nou ja. Sommigen zullen ze dat niet voor kunnen stellen. Maar vooral zo'n eerste Proton Pack. En dat heb ik wel. Ja, ik heb daar... Pak er bij 30 jaar naartoe geleefd naar zo'n ding. Om dat te kopen, om dat te maken, om dat te hebben. Ja, dat is. Ja.
Dat is zo onbeschrijfelijk. Dat is een. Dat is een gevoel. Dat is een. Dat kun je beschrijven. Dat is een... Ja, maar dat kun je gerust een droom noemen, toch? Die werkelijkheid wordt. Voor mij was het een droom die werkelijkheid werd, hoor. Ja, de eerste pack die ik droeg. En het was. Ja, subliem. En ik weet nog dat, want ik heb mijn eerste pack die op een gegeven moment. Ik was daar heel erg mee aan het klooien. En nu bouw ik ze vrij vlot. En dan kan ik wel heel luchtig over doen. Want ik bouw ze heel erg vlot en ik doe dat in een weekje. En dat is ook zo. Maar de eerste die heeft potverdorie bijna 6 maanden geduurd. Want ik kreeg het echt niet voor elkaar. Ik was heel zenuwachtig. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik had de skills niet. Ik wist niet waar ik moest beginnen. Dus dat heb ik dus inderdaad samen met Jeroen dat ook gebouwd toen. En die heeft mij op een gegeven moment... kwam hij dan één keer in de zoveel weken kwam hij bij mij en dan gingen we middag bouwen. Ja. Ja, dat zijn toffe momenten dat je samen zo'n pack ziet ontstaan. Maar op een gegeven moment keek hij me aan en zei, joh, als ik dit zo moet blijven doen, dan zijn we volgend jaar nog niet klaar. Nee. Ik zei, hoezo? En wat stel je voor? Hij zegt, nou, ik wil voorstellen dat ik hem meeneem. En dat ik hem bouw totdat hij klaar is en dan haal je hem op. Ja. Ja, is goed. Veel beter. Ik zeg, doe maar. Ik zeg, en wat het kost, dat kost het. Dat hoor ik wel. Nou, dat is allemaal heel perfect opgelost. En toen weet ik nog heel goed dat ik naar hem toe reed. Nou, ik had het idee dat ik op een soort first date ging met een of andere meid, weet je wel. Die waar je dan al 5 jaar achteraan loopt. En eindelijk zegt ze, ja, nou goed, ik wil wel een keer gaan we een keer stappen met ons tweeën. En dan zeg je, ik ga haar ophalen, weet je wel. Dat idee, dat is echt... En ik... ik weet nog dat ik op een gegeven moment toen, ik ging hem ophalen en stond hij op de stoel, helemaal mooi, helemaal perfect, helemaal, ja, awesome. Ik heb hem gedragen, ik heb hem een beetje met de gun en gespeeld en even stoer doen, weet je wat, tof. Maar ik had haast en ik moest weer terug, want ik had 's avonds dat Halloweenfeest bij mij thuis. Dus. Ja. En toen hebben we hem in de auto gelegd en ik ben echt teruggereden in elke verkeersdrempel. Nou ja, daar rij je normaal ook wel rustig overheen, maar ik stond nu gewoon bijna stil. Zo voorzichtig, mijn pek. En ik kwam thuis en toen heb ik of hem gebeld of ik heb hem geappt, dat weet ik niet meer, met... Sorry, ik heb je helemaal niet bedankt voor het bouwen. Ik zeg, ik heb je helemaal niet bedankt voor het bouwen, ik ben gewoon zo weggegaan. En dat is zomaar, hij zei, nee, dat klopt. En zeg maar, die blik in jouw ogen en hoe je daarmee omsprong en hoe je daar zo voorzichtig... Hij zegt, dat was bedankje keer 10, want dat, ik was zo gelukkig. Ik vond het zo gaaf dat ik hem had. Ik heb hem toen die avond ook gedragen op dat Halloweenfeest, was jij ook bij volgens mij. Ja. Ja, en dat was, ja joh, dat was zo awesome om die pet te dragen. Dus ja, dat is een droom. En als dan zo'n droom... Zoiets waar je zo gigantisch blij van wordt en blij mee bent, ja, valt of stuk gaat. Jongen. Dus ja, toen dat gebeurde met de mijne, maar ook met de jouwe, joh, ik wist precies wat er door je heen ging. Het is zo'n nachtmerrie. Ja. Ja, dat had eigenlijk nooit mogen gebeuren. Nee. Nee, ja, ze zeggen altijd, ik hoor het heel veel op in Ghostbusters groepen. Het gebeurt je altijd één keer. Ja. Dat je één keer onvoorzichtig wordt en dat je hem laat vallen of wat dan ook. Ja, sindsdien leg ik hem altijd neer op een tafel. Of ik leg hem altijd plat. Of, ja. Ja, dat is de leer die je eruit trekt. Ja. Ik heb nu 3 proton packs thuis en ze liggen alle 3. Ja. Ja, heeft hij 3 proton packs? Ja, hij heeft 3 proton packs. Ik heb 1 van Ghostbusters 1, ik heb 1 van Ghostbusters 2... En ik heb eentje uit van de reboot. Die heb ik ook nog. Ja, ook die heb ik. Yes. En volgend jaar komt er waarschijnlijk weer eentje bij. The best. Nou ja, sowieso van GB 2020. Die komt er ook. Maar eerst weten hoe die eruit ziet. Ah joh, weet je. En laten we elkaar nog geen illusies maken. Maar dat ik heb, komt er toch. En ik ben nu bezig met sparen voor de... videogame versie. En dat heb ik ook weer via Martin dan wat tofs geregeld. Ja. En ik wilde een Real Ghostbusters. Die wil ik ook. Die is zo mooi.
Dat vond ik echt als kind zo verschrikkelijk mooi. Dat vond ik zo'n mooie protonpijn. Ik, sterker nog, ik zou je vertellen dat ik toen ik helemaal in de cartoon was, dat ik de packs van de film minder mooi vond dan de packs van de cartoon. Wat ik het mooiste vond aan die cartoon packs was dat die trap op de zijkant zat. Ja, dat was mooi. Ja. Ja, dat was mooi. En ik vond dat zo volkomen logisch. Dat ze die ghost trap op de zijkant van de pack hebben. Hoezo? Ja, ik weet niet. Ik vond het alleen maar onhandig. Dat zoals als je in de aan je riem. Ja, maar niet iedereen had hem aan de riem. Venkman en Egon hadden hem niet aan hun riem hangen. Alleen Ray. Ja. En ik vond het idee dat een Ghostbuster helemaal autonoom een spook kon vangen. Ja, logisch. Hè? Als een proton gun of zijn proton pack met de wand. Hij had een trap. Hij kon zo hop, zelf een spook vangen. Ja. En waarschijnlijk hebben ze dat gedaan, denk ik. Omdat als je, zoals de film, de film mechanics werken van spoken vangen. Ja, is eigenlijk best wel saai. En in de tekenfilm konden ze achter elkaar spoken zappen. Ship, ship, ship. De ene naar de andere. Ik denk dat ze het daarom aangepast hebben. Denk ik. Dus dat de reden zou zijn. Ja. Maar inderdaad een prachtig model. Prachtige pack. Ik vind hem heel mooi. Ja, ze zijn alleen niet echt heel erg widescreen te koop. Ik heb eigenlijk al maar eentje te koop gezien. Maar ja, dan moet ik hem uit Amerika halen. Ja. Dat ken je wel. Dat gaan we niet doen. Nee, dat is een bekend gegeven. Zou die door de douane komen, denk je? Met al die... Wel. Met die terreurdreigingen en zo. Wel. Ja, joh. Is die voor mij toch ook gelukt? Ja, maar die van jou is in onderdelen. Ik bedoel, als die kant en klaar zou zijn. Ja, joh. Ja, dat weet ik niet. Ja, ja, dan zeg je wat. Ja. Helemaal. In onderdelen heb ik geen twijfel over. Maar als die in elkaar zit en het gewoon doet. Ja. Oh. Goed. We dwalen helemaal af, joh. Maar dat is toch mooi, man? Dat hoort erbij. Jawel. Mijn OCD kan het niet handelen. We zouden het hier... Is de postbode bijvoorbeeld bij jou geweest? Vandaag? Ja. Ja, Mark, vertel. Wat denk jij wat ik heb gekregen? Hé, André, vertel eens een verhaal. Vertel eens een verhaal over wat er in je brievenbus staat. Nou, in André's brievenbus zat vandaag een aanmaning... Maar dat is standaard. Ja, ik vind dat zo leuk. Ik vind dat zo leuk. Die lui, die vergeten je nooit. Die zijn zo attent. Ik vind het gewoon super gaaf. Ik vind het gewoon lief. Ik word daar emotioneel van. En ik vind het hoeft niet altijd van één kant te komen. Dus ik heb hun ook een keertje gestuurd. Nee. Jezus. Nee, ik had vandaag in de bus een Japanse versie van Ghostbusters 2 voor de Game Boy. Super vet. Ja, echt heel blij mee. En ik wist het niet. Maar toen ik hem dus vanmiddag kreeg en bekeek, was die ook nog eens sealed. Dus die is nog nooit open geweest. Heel erg goed. Dat vond ik, ja. Ik kan hem niet spelen. Je kunt er doe eens, joh. Maak even open, speel hem even. Ja, joh, trek hem even open, joh. Je hebt ook nog zo'n Game Boy spelletje? Ja. Ja, nou, Rob, zullen we die even openmaken? Ja, ik zou zeggen, schaar erin, openmaken er niks. Niks ervan. Zo zeg. Nou ja, nee, ik heb dus die Japanse versie. Eigenlijk wel 3 weken. Je zal inderdaad iemand op visite hebben die dat doet. Hey. En je denkt, oh, leuk spelletje. Hey, folie eraf. Bij jou zit hij volgens mij nog ergens in een hard plastic doos. Ja, hij zit even in openmaken. Ja, verschrikkelijk. Ja, ik krijg dat ding. Hoe zou jij reageren? Zou ik reageren? Wow. Stopcontact. We stop even de opname, dames en heren, zodat ik even rustig kan uitleggen hoe ik zou reageren. Nee, ik weet het niet. Ik zou gek worden. Ik zou echt... Ik denk dat mijn stem enkele octaven naar boven gaat. Misschien wel tegen het ultrasoon aan. Dat je zegt van, oh, je kunt hem niet meer. Ja. Maar ik zou echt wel heel erg
ik denk dat ik echt wel heel boos zou... Ja, echt wel. Ja. Schrikkelijk boos worden. Ja. En ik heb gelukkig niet zo heel veel... Nou, wacht even, dat is ook niet waar. Ja, ik heb ook wel hele dure sealed items. Dus... Ja, ik heb dan ook wel heel veel dingen los. Maar ja, bijvoorbeeld, ik heb die... Ja, bijvoorbeeld even een voorbeeldje. Dat iemand in zijn naïviteit... Een kind in zijn naïviteit... Die Janine van de kaart trekt. Van de Grill Ghostbusters. Of zo. Ja. Van, oh, poppetje spelen. Ja, ik zie het. Ja, het zou kunnen. Maar... Nou, als het een kind zou zijn, zou ik er nog weer anders op reageren dan een volwassene. Denk ik. Een volwassene zou ik wel op jou. Nee. Volwassenen zou ik echt giftig worden, maar een kind, ja, weet je. Ja, Judge Wexler. Ja, ja, gewoon burn at the stake. Burn at the stake. Gewoon, letterlijk. Gewoon, ja, maar dat geeft zoveel rommel. Nou in. Nee, ik zou... Jij, wat zou jij doen? Ja, behalve heel hard piepen. Ja, ik zou nog wel even twee keer nadenken of ik... Of ik zo iemand nog wel binnen in mijn huis wil hebben. Oh, sowieso. Dat is wel helemaal ja. Ik bedoel, het staat hier in mijn huis al zijnde van don't touch. Want ik heb dat spel waar jij het dus net over hebt. Dat zit bij mij in een soort glazen kastje aan de muur. Welk spel had ik het eigenlijk over? Dus The Real Ghostbusters van Game Boy. Ja. Jij bedoelt dus de Japanse. Ghostbusters 2. Maar ja, ik heb hier de Real Ghostbusters. Ja, die Crazy Castle knock-off, of wat is dat? Juist, die hele slechte game. Maar ja, de value is best wel hoog. En ja, daar mag dus eigenlijk gewoon helemaal niemand aankomen. Nee, ja, deze staat nu ook... Ik heb hem één keer in mijn klauwen gehad. Het zit nu in een glazen kastje aan de muur. En daar blijft hij in zitten. En ik denk dat ik er zelf ook niet meer aan mag komen van mezelf. Ja, maar waar moet je er verder aankomen? Je kunt er niks mee. Je kunt er verder niks mee dan alleen maar naar kijken. Nee, je kunt het afvinken. Ja, dat hoor ik wel eens van mensen. Dat vind ik dan wel grappig. Die zeggen van, ja, maar waarom verzamel je dan iets waar je niks mee kan? Want ik heb dus ook een, nou ja, dat weet jij ook wel, en je hebt het zelf ook. We hebben best wel een reeks aan Ghostbusters spelletjes. Ja. Die ik helemaal niet meer kan spelen. Commodore 64, Astra, Atari ST, noem maar eens. Echt van MSX. MSX, Atari 2600, Ghostbusters 2. Weet je wel, dat heb ik allemaal van die spellen. Maar ja, je kunt ze niet spelen. Waarom koop je dat? Dat is komt dat... omdat je het gewoon over het algemeen al... Ja, ik ben bijvoorbeeld heel erg verliefd op dat logo. Overal waar dat logo op staat wil ik hebben. Ja. Hebben. En dat... Eigenlijk zegt dat het al. Je wil het gewoon hebben. Ja. Je kan er niks mee, maar ik heb het, weet je wel. Ik kan er naar kijken wanneer ik wil. Normaal moet ik daar internet voor open doen. Normaal moet ik er een boekje voor openslaan. Maar nu hoef ik alleen maar naar mijn muur te kijken. En ik kan het beetpakken. Ah, is mooi, man. Ja, dat... Ik denk dat het eerder is. Het is eerder het gevoel van in je handen hebben. In handen hebben gewoon. In handen hebben. Ja, wat ik dus bijvoorbeeld heel erg heb is... met die... ik heb dus verschillende versies van Ghostbusters 2. In doos, weet je wel. Ik heb die Amiga, Atari XT. Ja. ST en ik heb de Commodore 64. Ja, Amiga heb ik ook sealed. Ghostbusters 2, Amiga sealed. Ja, ik heb hem. Jij ook. Ik heb hem ook. Ik heb hem niet sealed. Maar ik heb hem wel met ballon nog en met de promotieposter erin. Gaaf, ja. En het stomme is, ik heb hem, want ik heb een Commodore Amiga staan. Ik heb hem getest. Hij doet het nog. Perfectos. Hij doet het gewoon. Ik klik. Ik denk, nou weet je, als die stuk is, is die stuk. Ja. Want dan het cd'tje of het diskje, dat blijft wel heel. Dan is hij alleen niet leesbaar. Maar hij begon hem gewoon vrolijk te laden. Ik denk, hé, asje me nou. Maar ik vind dat vooral, zoals met vooral, omdat ik net zeg, die Ghostbusters 2 doosjes. Ik heb daar heel veel nostalgie bij. Als ik dat kijk, ik herinner mij nog dat ik die dozen in de winkel zag staan. Bij toen de V&D. Want die hadden toen echt nog een hele aparte computerafdeling in de kelder. Ja.
En dan zag je die hele grote, jeetje, hoe noem je die dingen nou? Die counters. Ja. Met bijvoorbeeld zo'n Game Boy in zo'n metalen frame die je wel kon beetpakken en spelen, maar niet kon meenemen, zeg maar. Nee, ja, precies. Ik heb het echt wel geprobeerd, maar ik kwam echt de winkel met die slijptol van mijn pa niet in. En dat, hoe ik ook lulde, nee. Nee, maar ik vind die artwork zo mooi. Als ik achter op die doos kijk en ik zie die plaatjes en het verhaal, dan denk ik, ja, weet je... Ik weet nu dat het eigenlijk best wel een heel eenvoudig kort spelletje is. Maar toen was dat gewoon de shit. Dat was zo mooi. Ja. Dat was zo mooi. En daarom verzamel ik die dingen. Daarom heb ik ook bepaalde dingen. Dat ik zeg, ja, eigenlijk is het helemaal niet mooi. Maar het is omdat het daarvan is. Ja. Dat ik het heb. Dat logo zit zo op mijn netvlies gegrift, dat overal waar ik ook ben, het hoeft er maar op te lijken. Het heeft de kleuren en de vorm. Uh-huh. Dan trekken mijn ogen al daarnaar. En dan op het moment dat ik ernaar kijk, is het nog maar de vraag of het is. En als het niet is, dan is het van, het leek er in ieder geval op. Maar meestal is het niet. Maar als het dan wel is, dan word ik helemaal lijp. Dan wil ik ook echt weten wat het is en wat het doet en wat het kan en of ik hem al heb. Dan heb jij dus echt best wel heel veel moeite met verbodsborden in de stad. Dat is wel een heel... Nee, dat logo er niet in. Nee, ik heb wel een keer van een verbodsbord een logo gemaakt. Ah, en hoe lang heb je dat voor gezeten? Ghostbusters Day had ik dat toen gedaan. Ja, is ook zo, dat weet ik. Foto van gestuurd. Oh ja, is ook zo. Ja, toch is dat, hè. Maar ik merk wel, gaan we gelijk even een bruggetje naar het volgende. Ik merk wel dat nu ik bijvoorbeeld wat high-end collectibles heb van Ghostbusters, ik noem Blitzway, ik noem Hollywood Collectibles, dat ik bepaalde kleinere dingetjes niet meer zo leuk vind. Hoe leg ik dit uit? Om mee te spelen of om te hebben? Om te hebben. Ik had dat heel erg toen ik de Blitzways kocht. Nou, jij weet hoe die uitzien. Die zijn fenomenaal. Ja, die zijn perfect. Die zijn perfect. En dat is gewoon een pakketje Ghostbusters perfectie. En alles klopt aan die poppen. Er zit gewoon geen fout in. En ze zijn zo mooi. En zo gedetailleerd. En zo, er zit zoveel bij. En nou ja, Egon die lijkt bijvoorbeeld zo mooi... Zo goed op Egon, dat ik er emotioneel van werd toen ik die uitpakte. Ja. En dat was in die tijd, dat had ik die Blitzways dus. En toen begon net die serie van Diamond Select weer te lopen. Weet je wel, die Firehouse, die beelden van. Ja, Ghostbusters 2 en Real Ghostbusters die erachter hebben. Ja. En ik weet nog dat toen ik die Blitzways ging ophalen, toen had ik ook één of twee nog van die set. Van Diamond Select meegenomen, want die lagen er nog, die had ik al betaald een keer, maar die moesten nog even opgehaald worden. Dus die heb ik toen meegenomen en toen ik thuis was, die Diamond Selects, die lagen op tafel en ik was dus bezig met die Blitzways en toen was ik Peter Venkman aan het uitpakken. En ik had Peter Venkman naast me liggen in die Ghostbusters 2 kleding, hè? Dat donkerblauwe pak. Ja. En ik keek daarna en toen dacht ik, toen kwam echt even zo'n golf over me heen van, wat lijkt dit slecht. Oh, wat lijkt dit. Dit lijkt helemaal niet meer op Bill Murray. Terwijl ik daarvoor helemaal lyrisch ervan was. Van ja, Diamond Select, dat was awesome. Ja. Maar die lakte wordt ook steeds hoger. Ik vond die van Diamond Select. Ik kijk heel, heel graag naar hoe Ray eruit ziet met die poppetjes. Omdat ik weet dat Ray heel moeilijk na te maken is. Want... Ray heeft zo'n complex gezicht. Dat is gewoon heel lastig. Ja. En Blitzway is er perfect in geslaagd. Blitzway. En ik vond op dat moment, voordat die Blitzways uitkwamen, vond ik dat Diamond Select het heel goed had gedaan met Ray. Toen die eerste foto's van het bekendmaken uitkwamen, van ze komen eraan, toen had ik echt zoiets van, yes, eindelijk een Ray die erop lijkt. Ja. Eindelijk een echte Dan Aykroyd, die gewoon echt Dan Aykroyd lijkt, weet je? Ja. Vond ik wel. Vond ik. Ik had dat ook. Egon heeft een hot, iets, die had iets
too much glasses. Iets te veel bril. Egon heeft een dikke bril. Die montuur had iets dunner gemogen van mij. Maar dat heb je. Maar je hebt eigenlijk. Want daarvoor, de Diamond Select, had je de Mattel-figuren. Die hadden hetzelfde probleem. Ray leek helemaal niet op Ray. Egon, veel te dikke bril. Venkman, dat was nog redelijk. Nou ja, Winston was tot mijn grote verbazing de enige die gewoon goed leek. Ja. En dan hebben we het nog niet eens over de 12-inch figures. We hebben het nu over die 6-inches. Oh, die waren zo slecht, die 12-inch van Mattel. Die zijn te huilen. Waren gewoon Barbies. Ik vond ze verschrikkelijk. Ik heb ze. De Ghostbusters met een wasbordje, weet ik nog. Ja. Ik heb ze. Ik heb niet voor te stellen. Nee, man. Ik heb ze nog wel. Waarvan ik denk dat de wasbordje had, dat was Ernie Hudson. Ja. De rest hadden gewoon een wasmachine. De rest die hadden gewoon een fust. Ja, joh. Ja, joh. Nee, ik had... ik heb ze nog. Ik heb die 2-pack ook van Ghostbusters 2. Ik zal het ook nooit wegdoen, omdat het gewoon... Ja... Toch weer Ghostbusters is. Wat jammer dat je dan daarin... dat het... Maar ja, alles gaat met de tijd mee. Je hebt best kans dat nu de middelen zo zijn... dat als Mattel nu weer iets uitbrengt... dat dan weer wel... Maar ja, Mattel heeft de rechten weggegeven. Hoe zat het nou ook alweer? Of hebben ze de rechten nog? Volgens mij hadden ze de rechten niet meer, of wel? Mij niet meer, nee. Volgens mij is dat gebeurd. Want anders had Diamond Select het niet mogen maken. Ja. Alleen, de Diamond Select heeft nog geen rookie. En dat vind ik wel jammer. En geen... dat hebben ze ook wel. Ja, die courtroom kereltjes. Die courtroom set vind ik ook wel heel tof nog van Mattel. Ja. En daar heb ik ook die Egon Spengler. Die heb ik nog steeds carded. Van die serie. Die vond ik ook wel heel tof. Van die Matty Collectors. Van die Matty Collectors. Ja, dit vind ik gewoon heel tof. Ik vond dat toen heel mooi. Daar is eigenlijk... Dat is heel grappig. Mijn hele verzamelen van Ghostbusters in wat het dan nu is... Is daarmee begonnen? Is met die Matty Collectors begonnen. Mijn allereerste... En dan... Ja... Hij zit hier in een glazen kastje. Mm-hmm. Mijn allereerste Ghostbusters item... Voordat ik echt begon met verzamelen... Dat was die... Ecto 1A van Joyride. Oh ja? Er zit een slijmertje bij... En een full diecast metal Ecto 1. Dat was mijn allereerste. Okay. Mijn allereerste Ecto 1. En dat was ook het allereerste wat ik veilig stelde toen ik mijn relatie verbrak met toen ik had samengewoond. Ja, dat je zei van nou, dat ding moet mee. Ja, dat ging als eerste de deur uit. Ik denk, bewaren. Ja, nee, bij mij was het die Mattel... 4-pack van Ghostbusters 2. Die kerstmutsjes. Oh ja. Ja. Die kwam ik tegen op de verzameljaarbeurs. En daar stonden ze te koop. En ik zei, dit zijn ze. En ik zocht ze al. Hè. Maar ja, toen had je dus dat Club Ecto gebeuren. Dan moest je aan een creditcard. En dat kostte heel veel. Die figuren waren gewoon gigantisch duur. Ja. En ik dacht, nou, dat ga ik gewoon niet doen. Ik had ook geen creditcard. Ik dacht, doe het gewoon niet. Laat maar. Ja. Of misschien had ik wel een creditcard, maar ik had er niet voor over. En want ja, ik vond dat idee niet zo leuk, weet je wel. Je moest dan verplicht 5 figuren kopen en je wist niet wat het was. Dus hetzelfde geld kreeg je 1 hele toffe. Ja. En 4 keer rotzooi, maar je moest er wel kopen. En dat idee, ja, achteraf gezien had ik het gerust kunnen doen, want ze waren allemaal awesome. Maar goed, wist je toen nog niet. Dus, en toen kwam ik daar op de verzamelaarbus die 4-pack tegen. Oh, weet je wel, dat is maar dat was zo'n Toys R Us exclusive, toch? Ja. En die lag daar te koop. En toen liep ik er een paar keer langs. En mijn vriendin zei van, ja, neem dan mee, want je wil het toch hebben. Ik zei, nee. Ik meen dat die 5 tientjes was. Ik zei, nee, laat maar gaan. Ik zei, nee, laat maar gaan. Ze zegt, joh, zeur nog niet zo. Straks zit je in de auto terug en dan gaat het weer, oh, ik heb maar meegenomen. Ja. Nou, ik daar naartoe. Heb ik nog afgedwongen ook nog. Ik heb nog een paar euro afgepraat. Ja. En heb ik die set meegenomen. Ja, en daar is het mee begonnen. Toen ik thuis kwam, heb ik ze opengemaakt, neergezet. Ja, toen was ik verkocht. Toen wou ik ze allemaal. Ik ben begin 2013 ben ik begonnen met verzamelen. Toen had ik die... ik was volgens mij begonnen met die 2 omnibusjes van de Marvel, Real Ghostbuster Comics. Mm-hmm. Toen het nog van Marvel was, zeg maar. Ja, het Engels, wat bedoel je?
Nee, dat waren gewoon Nederlandse. Die vroeger ook altijd in de supermarkt lagen. Ja, die, ja, hebben ze. Die Marvel, volgens mij niet de Marvel van nu, maar de Marvel van toen. Ja. En daar heb je twee omnibussen van. Nou, die had ik toen op Marktplaats gevonden en gekocht. En die had ik, dat waren mijn twee artikelen. Toen ben ik voor 6 Ghostbusters 2 glazen speciaal voor naar Frankrijk gereden. Die had 6 Ghostbusters Coca-Cola glazen met Ghostbusters 2 logo erop. Ja, die moest ik hebben en ik dorst ik niet te laten opsturen, omdat ik wist dat het gewoon kapot aan zou komen. Dus ik zeg, kom, gaan we gewoon een lekkere tour van maken. Gaan we lekker die kant op. Gaan we die glazen halen en dan zien we wel wat we op de terugweg doen. Ja. Toen hebben we die glazen aan de Franse grens hebben we die opgehaald. Blij dat ik ermee was. Ja. Dan zijn we gewoon even een dagje Antwerpen en dan vervolgens weer lachen, joh. Leuk. Fantastisch. En die staan hier nu ook lekker te shinen hier in mijn kassie. Ja, mooi hoor. Sommige dingen hebben zulke mooie verhalen om te vertellen. Ik wou net zeggen, ik denk op die vraag die we dus net hadden van waarom verzamel je dat dan? Ik denk dat dat het is voor die verhalen die eraan vastkleven. Ja. Ik heb heel veel items. Of ik heb eigenlijk alles wel. Dat ik zeg van ja, daar zit wel een verhaaltje bij. Of dat heb ik. Ja, ik heb ook wel heel veel. Als ik bijvoorbeeld nu zo kijk naar wat ik hier allemaal heb hangen, dan denk ik van oké, ja, simpel, eBay besteld. Maar ik heb bijvoorbeeld ook die NECA 1-series. Ja. Dat blijft nog steeds mijn favoriete verhaal, want eigenlijk kwam ik alleen maar voor die Stay Puft NECA in doos. Daar kwam ik voor. Voor een redelijke prijs, €60 of zo wilde die ervoor hebben. En dan kom je daar aan om die Stay Puft te halen. En dan krijg je op een gegeven moment. Hij zegt, oh, wacht even. Hij zegt, op zolder heb ik nog wel iets, denk ik. Hij zegt, wacht even. Dus ik een colaatje gedronken bij zijn vrouw en hij pakken. En die kwam, die verpotdorie, met de complete serie kwam die op een gegeven moment de kamer in. Ja, nou ja, dat... Ik zeg, als ik dit had geweten, dan had ik, hij zegt, je mag het zo overnemen hoor. Dus ik zeg, wat wil je ervoor hebben? Dus hij zegt, noem een prijs. Ik zeg, 140. Hij zegt, prima. Ik zeg, ik ga naar de geldautomaat. Dan heb je me nog naar de geldautomaat. En toen kwam ik gewoon compleet, dat was wel mijn jackpotje hoor. Dat was jouw jackpotje. Oké, wat is mijn jackpotje? Dat is wel een goeie. Iets wat ik zeg, nou, daar heb ik heel veel mazzel mee gehad. Of dat is gewoon echt wel een Waar je heel trots op bent. Nou, alles. Nee, maar er is iets waar je echt... Dat je denkt van... Daar ben ik zo blij mee. Mijn Slimed Heroes. Die set. Ja. Set Slimed Heroes compleet. En ja, die heb ik ook voor heel weinig. So hard to find dat. Ja, daar heb ik heel blij mee. Want altijd die duikbrilletjes, dat Slimed Heroes, dat is een serie van The Real Ghostbusters van vroeger. En die hebben dus een beetje die gimmick dat je dus in warm water zijn ze geslijmd en met koud water zijn ze weer schoon of net andersom. En die hadden ook van die duikbrilletjes. En die waren altijd pleiten. Die duikbrilletjes die was je kwijt op het moment dat je ze uitpakte. Het was nog erger als het stropdasje van Egon in de... juist. Ja. Ja, ja, en ik kwam een keer via Instagram iemand was te koop staan. Ik denk, nou ja, weet je, dan heb je weet hoe dat gaat. Hè? Op het moment dat je het ziet staan, ben je ongeveer al 10 minuten te laat. Ja. Maar ik stuurde gewoon heel dom een berichtje van, heb je ze nog? Ja. Ik zeg, wat is je prijs? En ik meende dat hij toen zei... Ik meen dat hij toen zei €100. Dat is niks, joh. En toen zei ik, oké. Okay. En toen wou ik vragen, hoeveel is shipping? Ik dacht, ja, het moet nog verzonden worden, toch? Nee, zat erbij in. Yes. En je weet, ik heb een aantal dubbelen. Ja. Want ik heb dus 1 of 2 dubbelen gekregen van hem. Die jij zegt, nou, die mag je er wel gewoon bij hebben, want... Ja, Lewis of zo was dat toch? Ik heb Egon helemaal compleet dubbel.
Ik heb... Lewis heb ik dubbel. En Winston heb ik dubbel. Ja. Dat is eentje. Daar ben ik wel heel blij mee. Ik zit nu echt even door mijn kamer te gaan. Oké, wat heb ik nog meer? Ik zeg, ja, bam. Nou, wat ik een hele mooie vind. Het is niet per se een jackpot. Maar het is wel eentje waarvan ik zeg van nou... daar heb ik heel veel herinneringen bij. Dat vind ik gewoon heel tof. Dat is een singeltje van Ghostbusters. Gewoon het doodgewone singeltje. Weet je wel, die we zo vaak eens tegenkomen voor een paar euro. Ja. Juist omdat mijn vader die apart voor mij achteruit gehouden heeft. Vind ik hem heel mooi. Nice. Hij belde mij en zegt, heb je dat singeltje al? En ik denk, nou misschien heb ik hem wel, maar... Misschien ook wel niet. Ik denk, ja, ik zeg, nee, volgens mij niet, pap. Hij zegt, nou, hij zegt dan, is die nu van jou? En hij was daar heel trots op, want hij had dus een hele partij CD's en LP's gekocht. En daar zat dat singeltje tussen. Dus, en juist omdat hij het zo mooi vond. En omdat hij ook die stap deed van, nou, ik ga eens een keer verdiepen daarin. Vind ik dat een heel bijzonder singeltje. Ja. Die is ook niet te koop. Nee. Niks is te koop. Oh ja, niks is te koop. Ik zal gelijk mijn marktplaats app. Ik zal gelijk mijn marktplaats app. Alles is te koop, maar niks is te koop. Ja. Ik zal mijn marktplaats app starten. Want, shit, die zetten zoiets dat op, joh. Shit. Ja, singeltjes. Ja. Ja, ik weet op mijn werk is er iemand die staat op de verzameljaarbeurs met zijn plaatjes. En hij kwam ooit naar me toe. Hij zegt, volgens mij heb ik nog wel een Ghostbusters 2 single. Ja. Hij zegt, als ik die ooit een keertje tegenkom, is die voor jou. Ik zeg, ah, is wel tof. Wel gaaf. En dat ben ik nooit vergeten. Ik wacht er nog op, maar het is... Hij komt hem ooit tegen. Dus als je luistert... Als je luistert, was een singeltje. Nee. Hoe kwamen wij hier weer nou weer op? Oh ja. Ik heb van Costa een mooi singeltje gekregen. Die hangt hier nu heel mooi boven. Hier boven aan mijn muurtje. Oh ja. Van On Our Own. Mooi. Ja. Ja, dat zijn mooie dingen. Dat zijn vaak ook die kleine gebaatjes, weet je wel. Als dat ik op een gegeven moment van mijn vriendin. Dus voor mijn verjaardag. Twee van die deur. Hangertjes kreeg, weet je wel, van do not enter en ja. En zo. Nou, dat is super tof, toch? Daar ben je het meest blij mee. Ja, maar dat zijn dus gewoon dingen. Van het weekend kreeg ik onverwachts een slinky van onze Oliver. Ja, nou, dat soort dingetjes. Maar dat zijn eigenlijk voor mij nog meer, nog bijzonderder, zeg maar. Is dat een goed woord? Ja, vast wel. Dan bijvoorbeeld een hele dure Blitzway Ecto One of zo. Want dat is gewoon iets dat kan ik gewoon aanschaffen. Dat kan ik betalen en dan neem ik het mee. Ja. Daar zit geen verhaal achter. Maar juist die dingetjes waar even zo'n verhaaltje achter zit. Mm-hmm. Dus, oh ja, dat is toen, dat heb ik toen gekregen. Of dat is toen gebeurd. Of weet je wel, iemand die mij een appje stuurt. Van, goh, ik zie dat jij Ghostbusters verzamelt. Ik heb nog van Answer the Call, heb ik nog Vietnamese pamfletjes. Heb je daar belang bij? Ja, ja, nou ja, ik weet niet of ze kosten, maar... Nee, je mag ze zo hebben, maar anders gooi ik ze weg. Ik weet nog, ik heb een dag met Ronald, heb ik hier gezien. Ronald was hier toen. Toen hebben wij alles wat ik in mijn verzamelingen... Dat hebben we, zeg maar... daar hebben we een computerbestandje op gemaakt. Daar hebben we alles ingetikt. Uh-huh. Wat het is, waar ik het vandaan heb... Wat het kost. En het verhaal wat erbij zit, heb ik er later aan toegevoegd. Ja. En dat elke keer als ik dat dan openmaak, dan kan ik. Kan bij wijze van spreken er een boek over schrijven. Zo gaaf. Dat is echt heel gaaf. Dat vind ik mooi. Echt heel tof. Ja, dat vind ik mooi. Dat is iets dat zou je. Ik weet niet of jij dat ook hebt gedaan. Dat je alles hebt gearchiveerd in een soort Excel-bestand. Hebben we dat. Mijn collectie staat in een Excel-bestand. Ja, het is zo tof. En dan zet je er gewoon lekker het verhaal erachter bij. Dat mocht je het ooit een keer vergeten. Mocht iemand er een keer naar vragen van waar heb je het vandaan. Dat je het altijd nog kan opzoeken. Opzoeken, ja. Ja. Heel gaaf. En hoe kwamen wij hierop? Of we kwamen hierop via de hele lange omweg van high-end collectibles. Ja. High-end collectibles. En dan komen we even op het volgende.
En want dat is ook wel iets wat ik nieuw had deze week. Jij hebt hem inmiddels ook gezien. Ach, je Egon. De Hollywood Collectibles Egon Spengler Statue. 1 op 4 is die volgens mij in mijn hoofd. Ja, 1 op 4. En ja, toen die aangekondigd werd, toen werd hij aangekondigd met dat schrikhoofd, zeg maar. Ja, en toen hadden we allemaal met die tanden op elkaar. Ja, het is van, oh, dit is helemaal niks. Maar toen die dus afgelopen vrijdag kwam. Ja, ik heb echt met verstand ernaar staan te kijken. Jij ook volgens mij. Ja, ja, ja. Hij is echt prachtig. Hoe ontzettend mooi die is. Het is... ik heb er nu... Ja, we hebben er nu officieel 4 daarvan. Hè? Want ik heb dan Venkman, Stans, Spengler. En die Slimer hoort daar dan ook bij. Dat zijn dan van die dingen dat ik zeg van ja, die zijn zo mooi. Als je daar dan bijvoorbeeld een Funko popje naast zet, om even iets te noemen. Ja. Ja, dat telt niet. Hoezo niet? Ja, dat ligt sowieso qua prijsklasse al zo ver uit elkaar. Oh zo, ja, nou, dat bedoel ik. Maar kijk, op een gegeven moment ga je gewoon de lat hoger leggen. Zet bijvoorbeeld eens een Blitzway ernaast. Ja. En stel die vraag dan. Stel ik jou die vraag dan. Welke zou jij dan mooier vinden? De Blitzway of de Hollywood Collectible? Of de Hollywood Collectible, ja. Oftewel, je mag 1 setje houden. Je moet 1 weg doen. Nee, nee, nee. Gewoon, wat vind je mooier? Gewoon, wat vind je mooier? Vind je bijvoorbeeld dat het... want waar is het van gemaakt? Porselein, hè? Nee, polystone. Oh, nou ja, dat. Of gewoon zo'n hard... Wat is het, en waar is Blitzway van gemaakt? Siliconen, hard plastic? Hard plastic, ja. Dat is voor mij een beetje moeilijk. Daar moet je dan naar kijken. Wat vind je dan het mooiste? Ja, omdat ik... Nou, dan ga ik even een terzijde. Omdat ik dus ook best wel veel Hot Toys verzamel, vind ik dan dat mooie. Een Blitzway? Ja. Omdat het ook een... hoe noem je dat? Het bewegen? Hoe noemen ze dat nou in het Engels? Het is posable. Ja. Ja. Ja, dat vind ik dan aan een hot toy... Of aan een Blitzway mooier. Ik kan Venkman een sigaretje laten roken. Ik kan hem in een actiescène zetten. Ik kan hem laten lopen. Ik kan hem laten knielen. Ik kan... Weet je, je kunt echt alles... Articulation. Articulation, dat is inderdaad wel heel mooi. Dat vind ik dat mooie. Maar ik vind... mijn vergelijk met een Funko Pop was eigenlijk meer omdat je dan... Je hebt heel veel van die kleine dingetjes waar je geld aan uitgeeft. En Funko Popje is 10 euro, 15 euro. Mm-hmm. En dat vult heel snel je verzamelruimte. Hè? Je hebt zo een plank vol Funko'tjes. Ja. Maar dat ik nu dan soms wel zeg van, weet je wat, ik laat dat plankje met Funko'tjes, dat laat ik gaan. En ik geef gewoon 1 keer meer geld uit aan iets wat ik echt gewoon veel gaver vind. Ja. Snap je? Dat ik dan zeg van, nou weet je, zoals nu ook, iedereen heeft het over, ja, maar er zijn weer nieuwe Funko Pops uit. En volgens mij zijn die ook al lang uit. Ja. Ja, van die met de ballroom en met de firehouse. Ja, die zijn sinds de GB Fanfest zijn die uit. Oké. Okay. Die week. Ja. Ja, ik ben er nog niet achteraan geweest eigenlijk. Oh, Tamara even. Ja, dat is gewoon met Tamara als je dit hoort. Nee hoor. Wij zijn geïnteresseerd. Nee. Maar ik heb daar minder haast mee. Kijk, ik vind... En dat is ook... misschien speelt dat ook wel mee. Kijk, als ik op een gegeven moment... En dat komt ook weer vanuit mijn Hot Toys verzamelen. Als je op een gegeven moment daar de boot mist... Dan is het zo'n figuur gaat 2-3 keer over de kop. Ja. En, of het is gewoon nooit meer te vinden. Of het is nog nooit meer te vinden. Kijk, en als ik een Hot Toy van, of een Blitzway van 200-300 euro mis, noem maar wat. Ja, en die gaat 3 keer over de kop. Nou, dan heb je een 4 keer van bijna 1000. Ja. En als je een Funko'tje mist van een tientje en hij gaat 5 keer over de kop, dan heb je een Funko van 50-60 euro. Ja. Maar is nog steeds wel dat je zegt, nou ja, dat is niet gelijk een gat in mijn budget. Nee. Weet je? Dat is inderdaad een goed vergelijk, ja. Ja, want daarom denk ik van, nou, daar ga ik wel voor
de wat duurdere items en dan pak ik dat gewoon op. Nou, maar goed, die Hollywood Collectibles Egon is fantastisch. Winston is aangekondigd. Ik heb hem ook inmiddels in de pre-order staan. En ja, is waarschijnlijk voor jou vloeken in de kerk, maar dit is de eerste keer dat ik geen exclusive edition heb besteld. Oh. Hoezo is dat voor mij vloek in de kerk? Nou, ik denk, ga je nou weer over Star Wars beginnen? Nee. Nee, ik vond Venkman, die was Venkman, die exclusive edition was gelijk duur aan de gewone editie toen. Ja. En dan kreeg die Ghost Rider erbij. Ray, die was... Ray, idem dito. Egon, volgens mij ook idem dito. Nee, Egon was aanzienlijk duurder. Maar ja, ja, waar er zit gewoon... Ja, die was echt wel iets van €70 duurder. Okay. En deze, die Winston, daar zit bijna €175 verschil tussen. De gewone en de exclusive edition. Jo. En het enige wat hem exclusive maakt, is dat er een bordje... Een bordje met Ghostbusters erop. Met het woord Ghostbusters erop. Ja. En dan denk ik, ja, dat vind ik een heel duur bordje. Ja. Dus ik heb besloten om het deze keer, want ik bestel hem altijd bij Film Freaks Only, en dat bestellen we allebei. Ja. Om te zeggen, oké, joh, deze keer doe mij maar gewoon de gewone. Want Film Freaks Only, die kon de exclusives niet bestellen. Nee, hij kon hem niet bestellen. Nee, hij kon hem ook niet bestellen. Dus toen zei hij van, ja, of je moet hem dan rechtstreeks bij Hollywood Collectibles halen en pre-orderen. Nou, dan ga ik eens kijken, dan ga ik rekenen, dan krijg ik shipping handling. Nou, je weet hoe dat grapje toen ging met Venkman, met... Of was dat met Ray? Ja, nee, met Peter Venkman. Ray hadden we op deze DCC gekocht toen. Ja, ja. Maar Venkman hebben we uit eigen zak toen op hcg.com. Ja. En daar zat gewoon op dezelfde dag, kwam hetzelfde item binnen, op hetzelfde moment besteld. En jij hoefde dusdanig minder douanekosten te betalen dan ik. Er zat iets van €35 verschil in, hè? Ja, zoiets, ja. Ja, dat is toch... ging echt nergens over. Ja, dat ging nergens over. Dus vandaar dat ik daar ook een beetje huiverig voor ben. Maar goed, deze Egon Spengler, ik vind hem echt super dope. Ik vind hem heel mooi erbij staan. Ik vind die beestjes heel tof. Dat zijn zulke prachtige stukken in je verzameling. Ja. Dat je dan, nou ja, dat je bijvoorbeeld van die metal figures, of hoe heet die, met die hele brede schoudertjes. Mm-hmm. Ja, de metals. Die metals, of de dorps, dat ik dan zeg van, die kunnen wel even wachten. Ja. Dan koop ik me liever zo'n Egon, en dan heb ik een prachtig mooie figure, en dan ben ik gewoon helemaal happy. Dan ben ik gewoon happy. We zitten al 1,5 uur te lullen weer, joh, weet je dat? Hoeveel? 1,5 uur. Echt waar, joh? Ja. Ik wil het nog even over mijn vriendenboekje hebben. Mag dat? Ga je gang. Hebben we daar nog tijd voor? Hebben we tijd voor mijn Jacob? Oh, ik was zo blij zondag. Ja. Ja, jij was heel blij. Ja. Ik heb een vriendenboekje van... er staat de Real Ghostbusters op. Maar er staat een Ghostbusters 2 logo op. Het is allemaal van vroeger. Uit 1989 komt het. Het was op dat moment... het waren schoolartikelen... volgens mij lag het bij de campus en de HEMA verkocht het. Dat is waar ik het vandaan had gehaald. Tenminste, mijn moeder had het voor me geregeld. Er zaten schriftjes bij, potloodjes, vulpennen, puntenslijpers. Het vriendenboekje dan. En wat postpapier. En een klapper. Een klappertje. Ja. Maar een paar weken geleden had ik dat briefpapier gevonden op een tweedehands site in België. En die had ik gekocht. En ik wist dat een goede vriend van ons vriendenboekje had. En ik vond het eigenlijk al zo heel brutaal om dat te vragen. Van joh, zou je het misschien willen verkopen aan mij? Of, hè? Ja. En gisteren is daar de kogel door de kerk en heb ik het vriendenboekje gekregen. Ja, het is echt... Ik ben er zo blij mee. Ja, ik het ziet er zo tof uit. Ik was het eigenlijk helemaal weer vergeten dat het überhaupt bestond. Totdat jij ermee kwam. Ja. En ik weet dat ik het gehad heb, want ik was toen een jaar of 13, 14. En ik vond dus Ghostbusters super vet en ik wou het hebben. Maar ik zat al op voortgezet onderwijs en dan was het echt... we gingen al richting
roken en brommers. En ik had dan een Real Ghostbusters etui met een vulpen. En een... Oh ja, etuietje had je er ook van. Ja, ja, en een liniaal en zo. En dat was echt... Oh god, ik stond compleet voor lul. Dus ik heb het op een gegeven moment maar thuis gelaten. Want ik denk, joh, ik krijg straks gewoon mijn sodomieten. Laat ik het maar niet doen. Maar ik vond het zo vet om te hebben. En het is uiteindelijk... Ja, ik zat in groep 3, 4. Zat ik toen. Toen ik daarmee... En ik schreef er echt mee. En het waren echt mijn schriftjes. En ik kreeg ook schriftjes van school uit. Ja. Maar dat waren ook schriftjes waar ik gewoon mee mijn ding deed. En dat was echt zo tof. Het is uiteindelijk allemaal kapot gegaan. Volgeschreven, weggegooid. En ja, en nu heb ik dat deel weer terug, heb ik weer een deel daarvan terug. Ja, het is zo mooi om weer te zien. Heb je nou alles ervan? Nee, de klapper niet, etui niet, lineaal niet en de vulpen niet. En de schriftjes. Dus eigenlijk heb je helemaal niks, behalve het vriendenboekje. Potlood, puntenslijper, gum, post... Nou, hou jij even lekker op. Ik vind wel heel mooi dat je gelijk weer bijt. Wat nou? Lul. Nee hoor, ik snap dat. Ik vind het ook. Ik vond het ook een heel leuk boekje. Ik heb het gisteren ook even mogen bekijken. Ik vond het wel heel tof. En ik ben ook heel blij dat jullie eruit zijn gekomen met je bijna. Dus dat is wel heel mooi. Ja. Dus ja, je vriendenboekje. Ja, en verder was er niet veel nieuws deze week. Nou ja, en als er nieuws is, dan hebben we het eigenlijk vrij nauwelijks meegekregen. We waren zo druk. Ja, we waren heel druk met Fable & Fantasy. Maar natuurlijk, Mark, even nadenken. Wat heb je nou vrijdagavond bij mij gekeken? De Blu-ray. De nieuwe Blu-ray. De Blu-ray. Dat klinkt wel heel chic, hè. Als je dat zegt, ik heb een Blu-ray gekocht, ik heb een Blu-ray. Nee, wij kijken thuis geen film meer via de Blu-ray. Ik heb vrijdagavond al het nieuwe materiaal zitten kijken bij jou op de bank. Van de 4K Blu-ray. Het was gewoon alsof ik weer opnieuw Ghostbusters aan het kijken was, zonder dat ik wist wat ik aan het kijken was. Mooi, hè? Ik denk, normaal kan ik elke zin nazeggen, ik weet alles, elke scène kan ik dromen, maar nu had ik gewoon zoiets van, ik kijk Ghostbusters voor het eerst. Zo zat ik ook op die bank. Ja. Ja, echt heel gaaf wat ik gezien heb. Ja, je hebt dus nu eindelijk die beruchte voor Death Ring. Ja. Gezien. Wat vond je van die scène? Mooi. Ja, leuk, hè? Hele mooie vibe. Hele mooie ambiance, sfeer. Echt helemaal mijn sfeer. Ik hou zo van Halloween. Dus dit is echt helemaal mijn ding. Ik vond hem echt super dop. Vanaf het moment dat het aankwam, rollen die Ecto. En ik ga niet spoilen voor de mensen die hem niet gezien hebben. Maar ook dat je daar een stukje logica in vindt van bepaalde dingen die in de film gebeuren, die je ziet. Dat je denkt, ja, ik snap het. En gewoon dope. En ja, het enige wat ik wel een beetje langdradig vond, was met die zwervers. Dat vond ik op een gegeven moment wel, die scènes. Ja. Al die takes, dat duurde wel heel lang. Maar ook al die extra scènes met Vince en met... Ik snap wel dat ze die zwervers eruit hebben gehaald, trouwens. Ja, ja, je ziet gewoon dat het dubbelrollen zijn. Je ziet het. Ja, je ziet. Ja, nou ja, Dan Aykroyd misschien nog niet. Maar... Bill Murray wel. Wat jij ook al zei. Ik moet gewoon ontzettend aan Caddyshack denken dan. Ja, dan is het net alsof die. Ik weet zijn naam niet in Caddyshack. Maar dat hij achter die. dat hij nu ineens in Ghostbusters zit. Ja, dat ja. Nou, dat had ik dus ook. Dus ik snap wel dat ze het eruit gehaald hebben. En het voegt ook totaal niks toe. Het is best wel een lange scène. Carl heet hij, volgens mij. Ja, Carl. Volgens mij ook, ja. En het is gewoon een hele lange scène en het voegt niks toe. Maar, en daarnaast, ja, allerlei extra trailers, teasers, tv-programma's, featurettes. Ja. En natuurlijk de geweldige, ja, die vond ik zelf het meest awesome. En daar hebben we echt ontzettend om moeten lachen. Ja. Die Unfinished Ghostbusters 2 trailer. Ja. Die commercial. En de commercial, als jullie even terugdenken aan Ghostbusters 2, op een gegeven moment heb je dan het reclameblokje. Montagescène. En in de montagescène van, what is it honey? It's that darn ghost again. Nou ja, goed dat reclamestukje, hè, waar Jack Hardemeyer dan naar zit te kijken en dan vol minachting, dan denk ik van, ach, daar heb je hem weer. Maar dat die commercial staat gewoon op die Blu-ray. En die mimiek
tussen die drie jongens, of tussen die, sorry Winston, tussen die vier jongens is zo geweldig. Fantastisch. En hoe zij spelen, hoe zij hun onhandigheid spelen, is fenomenaal. Dat zijn gewoon echte acteurs die gewoon moeten acteren dat ze niet kunnen acteren. Ja, dat is zo knap. Dat is zo tof. Ik heb altijd gehoord, het moeilijkste om te doen is net zo doen alsof je iets niet kan, wat je wel kan. Ja. Dat is het allermoeilijkste. Ja. En ik ben hem even aan het doorlopen en hoe Winston knikt naar de camera, dat echt veel... Ja, dat Suske en Wiske knipoogje. Dat Suske en Wiske knipoogje. Of Ray. Nou, dat is helemaal verschrikkelijk getimed. Egon die dat spook er tegen zijn kop aan krijgt. Echt tok. Nou, dat, en het, ja, en wat ik wel heel mooi vind, nog, ik vind die hele reclame al heel tof. Maar wat ik echt icing on the cake vond in die reclame, is dat laatste stukje van We're still ready to believe you. En dan met hun viertjes. Dat vond ik echt fantastisch mooi. Die is echt super dope. Maar ja, goed, jij had dus al besloten, jij gaat hem dus ook halen. Ja, ik ga hem halen, absoluut. Maar ik moet ook de Amerikaanse versie hebben. Jo, echt stickertje, waar? Ja, het stickertje. Oh, daar is het allemaal om te doen. Oh, ja, joh, hey, vertel mij wat. Ik heb een sticker money. Stickerfobie. Ja. Nee, dat snap ik. Nee, ik vind hem wel prijzig. Hij was best wel duur. Voor een Blu-ray wel. Ja, je hebt dus eigenlijk krijg je 5 discs. Maar er zijn 4 discs die je of al hebt, of waar je niks mee kan. Want ja. je hebt de Ghostbusters 1 en 2 op 4K. Maar dat maakt me echt geen reet uit. Ik moet echt ik moet al die versies moet ik hebben. Het maakt me echt geen reet uit wat ik ervoor moet halen. Gewoon even voor de luisteraars, dat ze weten waar ze aan beginnen. Oh ja. En je hebt dus die 4K Ghostbusters 1 en 2. Je hebt Blu-ray Ghostbusters 1 en 2. Nou, die heb je waarschijnlijk al. En dan heb je dus 1 disc met al die extra's. Is dat het geld waard? Ik zeg ja. Ik alleen al voor zoiets zou ik het wel betalen. En het feit dat ik dan nog een keer die film in allerlei versies en vormen krijg, vind ik alleen maar mooi. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, ja, ik ben niet zo'n hardcore, diehard Ghostbuster fan. Ik haal het wel van YouTube. Mijn gevoel is wel van, joh, doe dat nou niet en kijk het gewoon lekker op je tv. Ja. En in alle gemak. Ik vind het op YouTube dan toch weer anders kijken. Ik weet niet. Ik vind dat. Nou gaan we weer terug op wat we ook al eerder in de aflevering besproken hebben. Ik vind het leuk om te hebben. Om te kunnen zeggen. Daar in de kast staat dat. Ik kan nu naar de kast lopen. Die disc pakken. En gaan kijken. Ja. En ja. Maar daar gaat het om. Ja. En daarom hoop ik ook bijvoorbeeld. We hebben een zijstraatje. Maar daarom hoop ik ook dat Ghostbusters een videogame ook gewoon weer een fysieke release krijgt. Dat vind ik een hardcopy. Ja. Een hardcopy dat ik gewoon naar de winkel kan, of dan weet ik veel wat, en het kan kopen en bestellen, en dat ik misschien zelfs kan gaan voor een collector's edition, of een special edition, of weet ik veel wat voor edition. Dat zou ik gewoon veel toffer vinden. Dat vind ik gewoon echt awesome. Dat wil ik graag. Dat vind ik mooi. Maar ja, goed, dat zal de tijd leren. Ja, absoluut. Maar goed, Ik heb ze besteld in Duitsland trouwens. Voor de mensen die het interessant vinden. Ik heb hem besteld op amazon.de. Daar staat hij wel op. En toen op dat moment, ik weet niet of het nu nog is, hadden ze zelfs nog de actie dat het gratis thuis bezorgd is. Dus ja, dan heb je voor 53 heb je hem thuis. Voor de mensen die zich afvragen, ja, maar dan heb ik een Duitsstalige Blu-ray. Nee, je hebt gewoon de Engelstalige Blu-rays. Die ook zou hebben gehad als je hem uit Amerika had gehaald. Met Nederlands ondertiteling. Nederlands ondertiteling erbij. Dus maak je daar vooral geen zorgen om. Nee, hebben we Nederlands. Ja, op de Blu-ray wel, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Dus dat is allemaal dik voor elkaar. Het enige wat je. Je hebt er zeg maar altijd om zo'n steelboek, zo'n cover. Zo'n die je om weg kunt halen. Gewoon zo'n paper cover. Ja, die is in het Duits. Maar als je hem opent en je gaat hem kijken, moet je dat er toch afhalen en heb je er geen last meer van. Dus, nou ja, voor zover je daar last van kan hebben natuurlijk. Ja. Maar goed. Ja, nou ja. Hartstikke mooi. Ik vind hem heel mooi. Ja, ik ben er heel blij mee. Ik
Ik heb echt met heel veel plezier gekeken. Ik heb nou inmiddels helemaal bekeken. Ik heb alles, ook waarvan ik weet van ja, dit kende ik al, toch nog maar een keer weer gekeken. Gewoon omdat ik het wel heel dope vind. Ja, wat jij zegt, het is echt even Ghostbusters weer opnieuw ontdekken. Ja. Dat vond ik echt wel, wel heel tof. Ja, en dan heb je nog die last footage waar ze op de GB Fanfest mee kwamen. En die staan er dus inderdaad niet op. Nee. Maar ik vind wel dat dat ook ooit een keer op Blu-ray moet gaan verschijnen. Ja, ik heb een... Ik denk dat ze dat gaan doen met de 2020, je weet niet. Ik wou net zeggen, ik denk dat, dat het dan wel komt. Want ik ving, en volgens mij ving jij dat ook op, of nee, ik heb het in ieder geval opgevangen, dat tijdens GB Fanfest op een gegeven moment werd genoemd van, dat ze het net geëdit hadden. Hè? We zijn echt net klaar met dit aan elkaar plakken, knippen en plakken. Ja. En er zitten een paar dingen bij, die kunnen we niet laten zien, want die hebben we nog nodig. Ja. Nou ja, waar zou Jason Reitman die dingen voor nodig hebben? Voor de film. Voor zijn film. Dat gaat hij. Hij gaat iets met flashbacks doen of wat dan ook. Maar hij gaat daar iets mee doen. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het gewoon super awesome wordt. En dat zal TCT wel op Blu-ray verschijnen. En het staat wel gewoon op internet. Je kan het voor kijken. Maar ik vind het leuker om het gewoon te hebben. Ik vind het gewoon veel doper als ik erin. Nou, het staat daar in mijn kast. En ik heb het. En ik ben blij. Mooi man. Even kijken, 1:40 alweer. Jeemig man. Mooi afsluiten zo. Nou, ja toch? Ja, man. Toch? Heb jij nog iets wat je wilt delen? Voor mij hebben we alles wel gehad. Hebben we alles gehad. Staat toch iets op programma? Deze week? Deze week? Ja, ik ga deze week straks naar Stuttgart. Kom ik op Stuttgart. Ga ik een weekendje meehelpen met de Ghostbusters Deutschland. Daar gaan we ons nu op focussen en dan leven we mooi naartoe. Ja, dat ga ik doen. Dus dan krijgen jullie volgende week het volledige verslag. Dan ben ik nog meer aan het woord, jongens. Ja, ik ben er helaas niet bij. Ja, jij gaat niet mee. Ik ga helaas niet mee. Nee, Maris en ik gaan een dag. Maar ik ben wel bij de podcast aanwezig. Bij de podcast aanwezig, natuurlijk. En ja, dan... En dan hoop ik op juist geen Groundhog Day again. Groundhog Day. Again. Ik vond het wel ultra droog. Heel mooi. Ik vond het echt ultra droog. Ik vond het wel echt heel gaaf om te doen. Gewoon lekker Groundhog Day, again. En er waren mensen die keken je aan. Die begonnen te lachen. Leuk hè? Leuke film. Ja, maar dat bedoelden we niet helemaal. Maar ja, het was gewoon heel gaaf. Goed. Ik kijk weer uit naar de volgende. Ja joh, we gaan weer. Ik vond hem weer gezellig. We hebben gewoon weer een uur en 3 kwartier volgeluld. Mensen hebben weer rode oortjes van het luisteren. Denken, oh, eindelijk houden ze op. Zo, kunnen die lui lullen, zeg. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Als jullie nog vragen of opmerkingen hebben, kijkersvragen, luisteraarsvragen, hoe dat maar mogen heten bij een podcast. Yes. Stel ze vooral, dan nemen we ze de volgende keer mee. Hoe meer jullie indragen, hoe meer wij hebben om te bespreken. En we zouden het gewoon heel leuk vinden om van jullie te horen. Dus, ja. Namens mij ook hartelijk dank voor het luisteren. Bedankt, hè? Bedankt, hè? Oké, jongens. Dames en heren, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot ziens. Dag.